Man van Goud. Een hoorspellingsdelen van Nick Funke-Bordewijk naar de roman van Victor Canning. Regie, Hero. Meneer Durnford, hier ben ik dus. Ik ben ontboden, zoals u weet. Ja, komt u binnen, meneer Carver. Heeft u die lijst voor me van de mensen die hier waren toen juffrouw Zidia dit kasteel verliet? Ik ben ermee bezig. U doet er wel lang over, hè? Ik zal u nu meteen naar meneer O'Dowda brengen. Uw koffer wordt naar uw kamer gebracht. Graag, ja. Het is nog anders het huisje wel, hè? Ik kan u beter waarschuwen dat meneer O'Dowda in een ongewone stemming is vandaag. Oh. Zou u dit nader willen toelichten? Nee. Zijn we er nog niet? We zijn er. Uw kamer is hier schuin tegenover. Ja, wat doet u nou? Huistelefoon? Hebt u goed gezien? Dit is een huistelefoon. Moet dat? Ja, dat moet. De heer Carver is hier, meneer. Oh, dat is ingenieus, die deuren die automatisch opengaan. Gaat u binnen. En wat vindt u van deze zaal, meneer Carver? Fraai, meneer O'Dowda, zeer fraai. Het is een particuliere Madame Tussaud-collectie. Precies. Kijkt u eerst maar eens rustig rond. Nou, het is wel een uiteenlopend gezelschap dat u hier hebt verzameld te oordelen naar de kostuums. Avondkleding, werkkleding, uniformen, nationale klederdracht. Een van mijn hobby's. Hé, dat beeld van uzelf heeft wel een heel treffende gelijkenis. Je zou zweren dat u daar zelf op die troon zat als ze niet zo groot was. Waar dient dat zweepje eigenlijk voor dat u in uw hand heeft? Om mee te spelen. Kijk, hier bijvoorbeeld voor... Weet u waarom ik die agent een klap heb gegeven? Ik denk omdat hij het is geweest die u heeft ingerekend toen u er 's nachts met de kas van de kruidenier vandoor wilde gaan. Mis. Wellicht heb ik in mijn jeugd een paar kraakjes gepleegd. Hoe zou ik anders een kapitaal hebben kunnen opbouwen? Nee, ik werd door die vent ingerekend omdat ik dronk achter het stuur zat. Ja, heeft u mij helemaal hier naartoe laten komen om me te vertellen welke mensen u hebben dwarsgezeten? U zult gauw genoeg weten waarom ik u heb laten komen. Ja, dit zijn allemaal lieden die me hebben dwarsgezeten of dat geprobeerd hebben te doen. Ik vind het plezierig zo nu en dan hier te komen en tegen ze te praten en ze te laten zien hoe ver ik het heb geschopt. Hebt u enig idee hoeveel één zo'n wassenbeeld kost? Tracht u mij te imponeren? Jij bent ontslagen, jongetje. Mooi zo. Jij wil mij ook al gaan dwarsbomen. Eigenlijk zou u me de kans moeten geven, dan zou u me hier ook kunnen neerzetten. Ik kan u een van mijn oude pakken sturen om het helemaal authentiek te maken. Pas op wat je zegt. Jij bent alleen maar iemand die ik in dienst heb genomen. Herinnert u zich dan niet dat u me zojuist ontslagen hebt? Hoe dan ook, of ik nou aangenomen of ontslagen ben. Ik praat zoals ik wil. Schijn nou uit met die grapjes, O'Dowda. Je hebt wel lef. Wat heeft die nou weer gedaan? U een stelletje waardeloze pornografische prentjes verkocht? Nee. Een stelletje valse diamanten tijdens de oorlog. Hij heeft ervan moeten boeten ook, dat kan ik je verzekeren. Ik denk niet dat ik probeer je te imponeren. Dit alles hier is voor mij een soort therapie. Zo nu en dan ga ik naar ze kijken en praat ik met ze. Na afloop voel ik me dan zo puur en onschuldig als een pasgeboren kind. U zou deze zaal voor uw publiek moeten openstellen. Met een paar jaar heeft u de kosten er dan uit en Keumoot zou op het terras broodjes en ijs kunnen vinden. Je bent ontslagen. Wil je niet weten waarom? Als u vindt dat u me dat moet vertellen, dan is het mij goed. Maar laten we in dat geval een glas bij drinken en een sigaretje bij roken. Oh, ik rook mijn eigen merk, maar de drank is uw afdeling. Brutaal heerschap ben je. Ach, weer eens wat anders voor de verandering. Maar je blijft ontslagen. Alsjeblieft. Dank u. Waarom ben ik ontslagen? Omdat ik, meneer Carver, algehele trouw en eerlijkheid voor mijn geld verwacht. Wanneer ik iemand in dienst neem. Oh, niemand hoeft me daarom sympathiek te vinden.
Maar ze moet het geld wel verdienen. Ja, voor zover ik weet ben ik er nog niet eens aan toegekomen u met een hotelrekening af te zetten. Maar ik zal het in gedachten houden, zodra u me weer in dienst hebt genomen. U haalt met bloed onder mijn nagels vandaan. Als u me nou eens eerst een paar feiten zou noemen, hè, waaruit blijkt dat ik niet loyaal ben geweest. 2 dagen geleden heeft een zwarte vent, een zekere Alacre, mijn bezoek gebracht. In Engeland of hier? Hoezo? Omdat ik dan weet of het Jimbo Alacre of Nagib Alacre is geweest. In Londen. Brave Jimbo. Hij doet nog steeds zo zijn best, hè. Oh, u hoeft me niks verder te vertellen. Ik weet precies hoe hij het heeft aangepakt. Ik heb laten omkopen voor, laten we zeggen, 2000 guineas, geen ponden, om u te bedriegen door hem eerder dan u te laten weten waar de Mercedes is, als ik hem gevonden heb. Iets dergelijks heeft hij gezegd, nietwaar? Iets dergelijks. Je bent wel verdomd openhartig. Oh, ik wil nog openhartiger zijn. Jimbo heeft het minste stel hersens van de twee. Het is een tweeling namelijk. God mag weten hoe die lieden voor wie hij werkt over hem denken. Hij had kunnen weten dat mijn prijs voor dit soort bedrog de 10.000 zou benaderen. Maar ik vind het plezierig om voor u te werken. Verandering van lucht, een luxe leventje, nieuwe gezichten, sommigen knap en vrouwelijk. En een levensduur waarvoor geen enkele levensverzekering me zou willen verzekeren. Hier, bekijkt u dit maar eens. Wat is dat? Dat is een magnetische thermoactiverende bom. Opzij zit een pennetje dat je op iedere gewenste temperatuur kunt afstellen. U ziet dat de schaal Fahrenheit, Celsius en Reaumur aangeeft. Ze hebben alles gedacht. Je zet het pennetje op de gewenste stand en daar ga je dan. Ja, ik heb het nou op veilig staan, maar die bom hadden ze in Genève aan de motor van mijn auto bevestigd. De thermometer was zo afgesteld dat ik na een paar kilometer in de lucht was gevlogen. Verdomd nuttig dingetje. U mag het hebben. Maar als ik geld had geaccepteerd om u te bedriegen, waarom zouden ze dan de moeite nemen mij in de lucht te laten vliegen? Dat is zonde van het geld. Nee, meneer O'Dowda, ze hadden de pest in omdat ik u niet wou bedriegen. Ik heb zo het vermoeden dat u Jimbo een aardig bedragje hebt betaald om die lieden bij de neus te nemen, wie het ook mogen zijn. Inderdaad. Dat is dan jammer. U zult hem helemaal in de war hebben gemaakt. Hij is namelijk niet iemand die dubbel bedrog kan plegen zonder dat hij de boel door elkaar haalt. Ben ik nou weer aangenomen? Ja, wat is er verdomme allemaal aan de hand? Het enige wat ik wil is mijn auto terug hebben. Die krijgt u terug. Hij werd gegrapt door een vent die Otto Lieps heet. Hij heeft hem laten overspuiten en gebruikte hem een paar weken later om ergens in Frankrijk een overval te plegen. Sindsdien zijn hij en de auto spoorloos, maar mijn kop eraf als ik die wagen binnen enkele dagen niet vind. Ben ik in ere hersteld? Tijdelijk, ja. Maar als je ook maar één fout maakt... U loopt op de zaak vooruit. Als u me terug wilt hebben, dan stel ik 2 voorwaarden. Niemand stelt mij voorwaarden. Dan ga ik maar. Kom terug. Wat zijn die voorwaarden? Ten eerste wil ik niet aan mijn kop worden gezeurd met vragen hoe ik Otto en de wagen heb gevonden. En ook wil ik niet dat u stiefdochter Celia hierover blijft lastigvallen. En ten tweede wil ik weten wat er in het geheime vakje van de auto zit en wie de mensen zijn die Nagib en Jimbo Alacre in dienst hebben. Ja, dat moet ik voor mijn eigen veiligheid weten. Wat vindt u ervan? Wat ik ervan vind, Kaver, is dat ik me kennelijk in jou heb vergist. Ga maar door met je opdracht. Ik heb het volste vertrouwen in je, jongetje. En wat Celia betreft, ik zal het woord auto tegenover haar niet meer noemen. Mooi zo. Krijg ik nog antwoord op de 2e voorwaarde die ik heb gesteld? Wat is er in die auto en wie wil het hebben? Oh ja, dat is waar ook. Ja, dat is wat moeilijk te beantwoorden. Delicate kwestie. Nou, probeer het toch maar. In die auto ligt een pakje waardevolle obligaties. Om precies te zijn, het zijn gouvernementsobligaties van het keizerrijk Japan van 1930. Amortisatiefonds 5,5%. Die uiterlijk in mei 1975 moeten worden afgelost, maar al in januari volgend jaar kunnen worden afgelost. Na die datum komt er vanzelfsprekend geen rente meer bij. De waarde is nu ongeveer 20.000 pond. Ze waren van mij, maar ik wilde ze aan een vriend van me geven voor bepaalde diensten die hij me had bewezen. Kun je me tot dusver volgen? Jazeker, maar u begrijpt wel dat ik zal nagaan of die obligaties überhaupt bestaan. Moet je vooral doen. En wie is die vriend? Een belangrijke figuur in de oppositie van een van de nieuwe Afrikaanse staten. Destijds had de oppositie de leiding. De tijden zijn veranderd. De partij die nu aan de macht is, vindt dat de obligaties haar toebehoren.
Haar argument is dat de dienst die mijn vriend me heeft bewezen toen hij aan de macht was, is verricht in een officiële en niet in een particuliere functie. En wat vindt u zelf van dat argument? Kan me geen barst verdammen. Ik heb hem die obligaties toegezegd en hij zal ze krijgen ook. De overige details houd ik voor me. Waar moeten die obligaties worden afgelost? Bij de Tokyo Kredietmaatschappij, Broadway 100 New York. Vanzelfsprekend zal je ook dit natrekken. Maar doe het dan in je vrije tijd. Gebruik daar niet de mijne voor. En donder nou op en breng me die Mercedes terug. En waar bevindt zich het geheime vakje in de wagen? Ik ben toch niet gek om jouw obligaties ter waarde van 20.000 pond toe te vertrouwen. Jammer. Dan ga ik maar. Meneer Carver, waar gaat u naartoe? Naar mijn kamer om mijn koffer te halen. Ik verdwijn. Ziezo, die pyjama kan er weer in. Juffrouw Celia, ik ben blij dat u eindelijk van die boot bent gekomen. Ja. Het was stom van me om Max Ansermoos die brief te schrijven. Ik had kunnen weten dat u daarop hebt gerekend. U zult nu wel trots zijn op uzelf. Onder ons gezegd en gezwegen, Max is dood. Dood? Ja, dood. Wilt u soms dat ik in tranen uitbarst? Maar u hebt... Nee, ik heb hem niet gedood. Ik heb er niks mee te maken. En dat laat me volkomen onverschillig. Het enige waar ik belangstelling voor heb is een auto. En uw vader ook. Stiefvader. Ja, stiefvader dan als u erop staat. Hij weet niets. Niemand behalve ik weet de feiten. En sommige dingen vergeet ik zodra ik ze heb gehoord. En schijn nou uit met die sneeuwkoningin uit te hangen tegenover mij, hè? Beschouw het als een ervaring die u hebt opgedaan en doe gewoon. Heeft er met niemand over gepraat? Precies. Dan ben ik u heel erg dankbaar. Geen dank en zet het nou uit uw gedachten. Ik wou dat ik u kon bewijzen hoe dankbaar ik u ben. Nou, probeer dan weer eens te glimlachen, hè? Wat vriendelijker te kijken voor de verandering. Dat is iets wat je gauw aanleert, hoor, als je het eenmaal hebt gedaan. Het is niet zo eenvoudig om in dit huis te glimlachen. Ik heb hier te veel herinneringen aan mijn moeder. Ik ben van plan om weg te gaan en een baan te zoeken. Oh, dat van die baan is een goed idee. Het zal alleen veel gemakkelijker gaan als u vriendelijk kijkt. Nou, probeer het maar eens. Misschien. Gaat u nu alweer weg? Wees blij, Durnford. Ik ben er trouwens niet zo op gesteld om in een wassenbeeldenmuseum te overnachten. De baas zal inmiddels wel hebben verteld dat ik in ere ben hersteld, is het niet? Ja. In dat geval zou ik nu graag de lijst van de mensen willen hebben die hier hebben gelogeerd voor juffrouw Ciria met de Mercedes vandoor ging. Die heb ik hier. Alsjeblieft. Merci. Ik vind dat u behoort te weten dat meneer O'Dowda me verboden heeft die lijst aan wie dan ook ter hand te stellen. Waarom dan wel aan mij? Ik ben niet van plan die vraag te beantwoorden. U mag hem niet, is het wel? Hij is mijn werkgever. U zou graag willen dat hij zijn nek brak, hè? Als er iets ergers zou bestaan, dan nog liever dat. Ik wacht daar al heel lang op. Ik ben u trouwens niet vijandig gestemd, in tegenstelling met wat u denkt. U zult misschien wel de deus ex machina blijken te zijn. En daar bedoelt u mee dat u hoopt dat ik er vandoor ga met wat er in die wagen ligt, als ik hem vind? Of dat ik het iemand anders overhandig? Wie weet? Ja. Ja, u hebt wel erg de pest aan hem. Heeft u zelf ooit anonieme brieven over hem aan Interpol of Scotland Yard gestuurd? Waarom zou ik? Oh, zomaar een gedachte die bij me opkwam. Hoe dan ook, het spelletje dat u speelt is, wat het dan ook mogen zijn, hoogst gevaarlijk. Pas op dat u straks ook niet bij al die andere wassenbeelden terechtkomt. Tot ziens. Hey, aardig dat u op mijn wagen past, juffrouw Julia. Alles goed? Best, ja. Uw vader stelt bijna vertrouwen in me. Celia is me innig dankbaar en Durnford doet niets dan bedekte toespelingen maken. Hoe komt het eigenlijk dat u nooit gewoon tegen me praat? Dat komt door u.
Ik zou niets liever willen dan nobel bevriend zijn met u, maar ik schijn altijd bij de verkeerde aan te kloppen. Wees niet zo onverstandig me te volgen. Was ik niet van plan. Waar gaat u naartoe? Otto Lieps zoeken. Hebt u een boodschap voor hem? Waarom zou ik? Omdat ik de indruk kreeg dat u hem kent. Of iets over hem weet. Ik snap niet waardoor. Oh nee? Dan zal ik u dat uitleggen. Toen u die avond bij mij op mijn kamer kwam, was het niet uit puur verlangen om Syria te beschermen. Er was nog een andere reden. Toen ik in Turijn Otto's naam noemde, toonde u geen enkele verbazing. En ook nu heeft u niet gezegd dat u hem niet kent. Nou, wees maar niet bang. Ik zal niets uit u persen. Het enige waar ik in geïnteresseerd ben, is het terugvinden van de wagen. Heeft u tegenover Celia zijn naam genoemd? Nee. Hoe minder er over die twee wordt gepraat, des te beter zal het voor haar zijn. Maar ik heb natuurlijk wel zijn naam tegenover uw vader genoemd. Zijn zoals gewoonlijk opgeruimde gezicht onderging geen enkele verandering. Wat wilt u nou? Wilt u mij over Otto vertellen? Of wilt u dat ik in mijn auto stap en wegrijd? Het heeft geen zin om te praten. Het heeft geen enkele zin om dat te doen. Het zou niets aan de situatie veranderen. Ga maar. Ga maar gauw op zoek naar die auto. Het is heel, heel belangrijk. Het betekent immers geld en zaken doen. Het enige wat waarde heeft in dit leven. Met Carver Wilkins. Met Carver. Dag Wilkins. Ik dacht dat je dood was. Waarom? Want onze vriend Jimbo Alekwee vanochtend hier was om je uit te kopen. Hij zei dat hij met zijn zakelijk inzicht en fantasie een groot succes van dit kantoor zou kunnen maken. Hij is een clown, maar hij is niet zo grappig als hij wel zou wensen. Oh nee? Nee, ik ben springlevend overigens. Dat merk ik. Zeg, staat de bandrecorder aan? Die zet ik aan zodra ik jouw stem hoor. Mooi zo. Nou, luister goed hè. Ik wil alle perscommentaren van je hebben die verschenen zijn over generaal Seifu Gonwalla, mevrouw Fadia Maxe en indien mogelijk ook over juffrouw Panda Boubacar. Wie zijn dat? Mensen waar ik een grote belangstelling voor heb. Hoe kom je aan die namen? Die werden me toegespeeld door een soort vriendje van me. Dat zal een mooi vriendje zijn. En dan wil ik ook nog een rapport over de transacties en problemen die Odauda vermoedelijk heeft gehad of nog heeft met het regime van Gonwalla. En bel verder Guffy op en vraag of hij nog meer anonieme brieven heeft ontvangen, waarin wordt gesuggereerd dat er maar eens een onderzoek naar Odauda zelf moet worden ingesteld. Je hoeft hier verder niet over uit te wijden, want ik betwijfel ten zeerste of inspecteur Foley zich hierover zou uitlaten. Nou, probeer het toch maar, hè. Hij houdt van meisjes met rood haar en blauwe ogen. Verder nog iets? Ja, is er nog genoeg over van de band? Ja, hij is nieuw. Mooi, dan ga ik je nou een brief voorlezen. Beste Otto, door jouw stunt om er met die Mercedes vandoor te gaan, ben ik bijna in de grootste moeilijkheden geraakt en ik was woedend op je. Ik was niet van plan verder nog iets met je te maken te hebben, tot ik van Aristide, jou wel bekend, hoorde dat je de wagen nodig had om een van je gebruikelijke karweitjes op te knappen met een vent die erg veel lijkt op die man uit Turijn, Tony Collard, te oordelen naar de beschrijving die Aristide me gaf. Ik vermoed dan ook dat hij die wagen in een andere kleur heeft gespoten. Daar ik jou aan die wagen heb geholpen en de tijden niet zo best zijn als ik wel zou wensen, ben ik van mening dat ik recht heb op een deel van de buit. De komende 2 dagen kun je me hier vinden en ik verwacht je dan ook. En als je niet komt, dan zal ik Aristide een paar dingen over jou en die Tony Collard vertellen en hem ook je adres geven. En ik weet precies wat Aristide met die gegevens op het politiebureau zal doen. Wees dus verstandig. Ik zal niet te veel eisend zijn waar het mijn deel betreft, maar je hoeft heus niet te denken dat ik niet weet hoeveel jullie hebben buitgemaakt. Ondertekend, Max. Waar ben je eigenlijk? In Frankrijk. Ja, dat weet ik. Maar waar? In een chalet aan de Haute-Savoie. Om precies te zijn in het chalet van onze vriend Max Ansermoos. Is hij er ook? Nee, hij is voorgoed weggegaan. Waarheen? Naar hoger sferen. Hij is dood. Oh, en daar heb je dus die brief gevonden? Nee, ik heb niks gevonden. Die brief heb ik zelf geschreven. Ja, waarom? Om hem aan Otto Lieps te sturen, per adres Tony Collard. En nou maar afwachten wat er gebeurt. Je bent mij een beetje te veel ingenomen met jezelf. Nou, het gaat ook best met me. Ik zal je telefoonnummer geven. 69-903. Je kunt nooit weten. En toch ben je het ingenomen met jezelf. Voor mij is dat het bewijs dat je tot over je oren in de narigheid zit. Ja, wat dan nog? Zo is het leven om eenmaal. Of je bent dronken. Dat ook, ja. Maak je nou maar geen zorgen over mij, Wilkins. Ik verveel me niet en ik voel me niet eenzaam ook. Ik denk namelijk dat ik zo dadelijk een heel bijzonder iemand op bezoek zal krijgen, die me wel zou kunnen vertellen waar die Mercedes is. Zei het ook onder dwang. Ik heb je al gezegd dat je dronken bent. En nou hang ik op. Oké. Ja, Durnford. Door mij die namen te verstrekken ben je me overgeleverd, zoals je zelf aan het eind van je brief schrijft.
Maar ik heb je vertrouwen niet misbruikt. Je laatste informaties heb ik niet doorgedicteerd. Het geheime vakje van de Mercedes bevindt zich achter de van onder het dashboard. Vernietig deze brief terstond. Niemand van de pers wist dat genoemde personen op het kasteel hebben gelogeerd. Doe je hand omhoog, Tony Collard. Dat pistool is nergens goed voor. Dat staat nog te bezien. Het kan me trouwens niks schelen of er bloed op de vloerbedekking komt, want het is mijn huis niet. Zo, dan ga ik hier fouilleren. Oh, dit zal ik maar bij me steken, dat lijkt me veiliger. Ik heb niks anders bij me dan het breekijzer. Maar ik zie dat je niet over één nacht ijs gaat. En dat is mijn oude heer. Die nam ook geen risico's. Die verhalen over je vader kan je me een andere keer vertellen, draai je om. Zo, en ga nou op de grond zitten met gekruiste benen. Doe je hand achter je hoofd. Je houding is vermoeiend, maar als je vlot praat, hoef je niet erg lang zo te blijven zitten. Een hond? Nou, dat lijkt me zo. En nou wil ik van jou weten over die bankoverval en je ontsnapping in een Mercedes. En geen gekleurd emotioneel verhaal of details die er niks toe doen. Ik wil weten wat er met Otto en met de auto is gebeurd. En verder hoef je geen zorgen te maken dat ik de politie in de arm zal nemen. Ik werk voor mezelf en ik wil alleen maar de auto terug. Ben ik er even mooi in getrapt. Die zogenaamde brief van Max is dus van jou. En met die brief heb je Mimiknap van streek gemaakt. Ik heb heel wat met haar te stellen gehad. Ja, omdat ik het eigenlijk niet wou doen. Maar zij zei dat als we echt gelukkig wilden zijn en een goede toekomst hebben, er niets anders op zou zitten dan hier te komen en die Max om zeep te brengen. Toen kon ik natuurlijk niks anders doen dan haar de zin te geven. Natuurlijk, ja. En vanwaar opeens die teerhartigheid tegenover Max? Je hebt Otto al lang een hak gezet. Vooruit, schiet nou een beetje op, hè? Kom voor de draad met het verhaal. Maar ik heb Otto niks gedaan. Hij heeft het zichzelf aangedaan. Gelachen dat we hebben. Ja, het was heel grappig. Ik bedoel dat Mimi en ik besloten hadden om Otto aan de kant te zetten. Omdat we van elkaar houden, snap je? Hij wou hem trouwens toch al drukken, vanwege het kind. Maar toch zou die rotzooi hebben veroorzaakt, waar we dan de consequenties van zouden moeten nemen. Omdat we echt van elkaar houden. Mijn oude heer stond hier altijd erg cynisch tegenover. Zou je zeggen dat ik ook zo zou zijn, hè? Vier benen in een bed. Welk bed doet er niet toe? En welke vier benen doen er ook niet toe? Zolang er twee van jezelf zijn en de andere twee mooi. Ik ben een trouw echtgenoot. Eén vrouw is voor mij voldoende. Gefeliciteerd. Ga nou verdomme verder. Ja, ja, zoet maar. Nou? Hij was dronken. Ja, niet laveloos, begrijp me goed. Maar wel behoorlijk aangeschoten. Daarom is het ook gebeurd, snap je? Zo was hij altijd als hij een karweitje had opgeknapt. Opgewonden door het dolle heen. Bij mij is dat heel anders. Ik krijg zogenaamd geen enkele reactie. Ja, behalve dan het zuur. Ja, als je nou niet ter zake komt, dan zal ik je toch... Ja, goed, goed. Wees dan niet zo ongeduldig. Ik wou alleen maar zeggen hoe het precies was. Ja, Otto was behoorlijk dronken. En daarom wou ik ook nooit dat hij achter het stuur ging zitten. Maar daar stond hij altijd op. Goed. We gingen dus met die wagen weg. En uit veiligheidsoverwegingen wilden we niet meer dan 10 kilometer rijden. Ja, verderop stond trouwens een andere auto op ons te wachten, waarin we zouden overstappen om ons van die eerste te ontdoen. Dan ga nou door. Maar het was het gekste wat je ooit had gezien. Ja, vertel het me nou maar, dan kan ik meelachen. Goed, nou dan. We moesten dus de berg in over een soort karrenspoor door de bossen naar een meertje. Daar hadden we die andere auto achtergelaten. Otto was door het dolle heen en deed niks dan zingen. Als die een karweitje heeft op te knappen, zit er voor hem iets... Ik zou bijna zeggen, zit er voor hem altijd iets seksueels in. Ja, ik heb het daar nog met Mimi over gehad en ja, die... Ja, ter zake zeg. Die andere auto stond er. Dus hebben we de boel erin geladen. En toen reed Otto die Mercedes tot vlakbij het water. Ja, het is een eenzaam plekje waar weinig mensen komen. Hoogstens, ja, ze noemen dan een visser. Eigenlijk is het een heel mooi plekje. Eerlijk om er een dagje door te brengen. Of om er de rest van je leven door te brengen. Oh man, schijn er toch uit met een stomme gelach en ga door. Ja. Nou dan, het enige wat je had te doen was de handrem loslaten en hem vanaf de helling in het water laten glijden. En dat heeft Otto gedaan. Hij opent het portier, liet de handrem los en daar ging de Mercedes. Goeie god, ik heb nog nooit zoiets grappigs gezien. Die wagen plonst in het water voor Otto zich uit de voeten kon maken. Oh ja? Ja, het portier sloeg tegen hem aan en ik bleef ergens aan haken en werd toen meegesleurd. Je moet me geloven als ik zeg dat ik echt heb geprobeerd om bij hem te komen. Niks bijzonders. Het is gewoon instinct. Je ziet de vent in moeilijkheden en je snelt hem te hulp.
Gewoon, instinctief. Maar het was al te laat. Die dronken gek probeert nog bij de rem te komen en raakt in paniek. Wat gebeurt er? Hij en de wagen plonsen samen in het water. En wat heb jij gedaan? Hem uitgezwaaid? Kon niks doen, want ik kan niet zwemmen. Ja, en het meer is aan die kant daar juist erg diep. Maar ik wist dat Otto wel kon zwemmen. Dus daar heb ik op hem zitten wachten tot hij boven zou komen. Maar hij kwam niet boven. Ik heb hem een kwartiertje gegeven om alsnog te verschijnen. Maar ik zag hem niet meer. Wat zou jij gedaan hebben onder zulke omstandigheden? Nu was ik hem kwijt en Mimi zou geen last meer van hem hebben. Ja, hij gaf eigenlijk niks om die baby. En toen? Toen? Nou, dan heb ik de buit maar bij me gestoken en ben in die andere auto gaan zitten en Mimi teruggegaan. Bulderend van de lach, hè? Nou ja, zo nu en dan schoot ik wel even in de lach. Zeg, je vindt het toch niet erg dat dit is gebeurd, hè? Oh, nee. Ik ben dolblij, hè. Ik ben alleen te ouderwets om mijn vreugde te tonen door hierover in lachen uit te barsten. Zo, hier heb je papier en potlood. En nou maak je een schets van de plaats en je doet het nauwkeurig. En als ik merk dat je me bedriegt, dan zal ik brullend van de lach een vriend van me bij Interpol bellen. Maar als je eerlijk bent, dan kun je zo dadelijk verdwijnen en heb ik je nooit ontmoet. Oh, het zal je verbazen hoe makkelijk dat laatste me zal vallen. Oh, je kan me heus vertrouwen. Ik heb nu Mimi en de baby. En dat is het enige wat me interesseert. Kijk, hier heb je de weg. Zie je? Die loopt zo. Ja. Nou, dan volg je die weg daar bij het bospad. Ja. En dan ga je zo langs die berg. Dan ga je de berg op. En dan beneden, daar heb je het water. Nou, en dan ga je daar zo verder naar beneden. En daar schoot hij het water in. Precies. Maar waarom wordt er eigenlijk zo'n tamtam over die wagen gemaakt? Omdat mijn cliënt hem terug wil hebben. Waarom? Odouda zou toch zeker veel beter af zijn met de centen van de verzekering? Hoe weet jij dat hij Odouda heet? Van Otto natuurlijk. En van de wagen zelf. Alle papieren lagen erin toen ik hem heb overgespoten. Kende Otto Odouda? Nee. Als je een pinter mannetje was en die neus van je was achterna gegaan, dan had je kunnen weten dat Otto tweede chauffeur is geweest toen Odouda bij Evian woonde. Dat is nou zo'n 2 jaar geleden. Hij was de chauffeur van Odouda's vrouw. Dat wist je niet, hè? Geef mij dat kaartje. Merci. En nu? Smeer hem. Ik wil je niet te logeren hebben en ik wil niet samen met je ontbijten. Heb je een dienst bewezen, hè? Gratis. Voor niks. Zal ik jou eens wat zeggen? Ik heb het volste vertrouwen in jou. Over Interpol bedoel ik. Dat je niks zult zeggen. En ik heb heel veel mensenkennis. Toen je weg was, zei ik tegen Mimi. Ik zei, hier heb je nou een kerel die een goed karakter... Ja, doe geen moeite. Ik heb genoeg getuigschriften. Oké. En wanneer je die wagen op het droge krijgt, hè? Doe Otto dan mijn groeten. In hoogst eigen persoon, Carver. Dit is Albert, mijn chauffeur. Albert, neem meneer dat geweer af. Ruik ik koffie? In de keuken, ja. Ga maar halen. Alleen als jij meedoet. Albert, doorzoek het huis. Ja, meneer. Ik heb er altijd van gedroomd, zo'n huis te hebben. Rustig gelegen in de bergen. En zo'n zuivere lucht dat je een wit overhemd een week lang kunt dragen zonder dat het vuil wordt. Ach, wat een aardig dier. Wel een beetje kefferen. Zeg, hoe wist jij dat ik hier was? Dat wist ik niet. Maar ik ben blij dat je er bent. Ze hebben me alleen verteld dat dit het adres van Max Ansermoos was en dat het wellicht de moeite waard zou zijn er een bezoekje te brengen. Als je het mij vraagt, geloof ik dat die inlichting geboren was uit het verlangen jou in verlegenheid te brengen. Heb ik dat gedaan? Niet meer dan anders. Van wie heb je die informatie? Van een vrouw die me opbelde. Ze zei dat ze juffrouw Panda Boubacar was. Natuurlijk een gefingeerde naam. Ze noemen of een fictieve naam of ze blijven anoniem. Dat is interessant, hè? Wist jij dat de Turken vroeger bij een bruiloft hun vrouw niet alleen trouw beloofden, maar ook dat ze het nooit zonder koffie zou hoeven te stellen? Nee. Neem bijvoorbeeld die walgelijke oploskoffie. Ja, Albert? Nou, ik heb het gevonden, meneer. Mooi zo. Blijf erbij en wacht tot we komen. Jawel, meneer. Wat heeft hij gevonden? Heb jij vanavond bezoek gehad? Nee. Dan ben jij het dus geweest die de voordeur heeft geforceerd. Het breekijzer ligt daar ginds op het tafeltje. Doe me een plezier, Aristide, en bewaar het belangrijkste niet voor het laatst. Ik heb een lange rit voor de boeg en ik wil graag weg. Weet je waar de Mercedes is? Nee. Dat is dan jammer. Waarom? Als je het wel had geweten, had ik je daar willen kunnen zijn. Waarmee? Met wat jij noemt het belangrijkste feit. Dit is goede koffie uit Martinique.
Koffie uit Martinique kun je herkennen aan de grote korrels en de lichtgroene kleur. Heb jij Max Anselmoos nog gezien toen je hier kwam? Nee. Je begint je van monosyllabes te bedienen. Ja, wat had je anders verwacht door dit uur? Dat je in bed zou liggen en de slaap der rechtvaardigen zou slapen. Hoe dan ook, het is prettig dat je je hebt aangekleed. Ben je er zeker van dat je niet weet waar die auto is? Eerlijk gezegd, nee. Mooi zo. Als je me dan nu vertelt waar die is, dan kun je gaan. In dat geval zal ik geen aandacht besteden aan wat mevrouw Panda allemaal heeft gezegd. En ook zal ik geen aandacht schenken aan wat Albert heeft gezien en ik zal zien. En tenslotte zal ik ook geen aandacht schenken aan de vingerafdrukken die jou toebehoren, zoals de mensen in het laboratorium ongetwijfeld zullen aantonen. Ja, nou gaat het me toch duizelen hoor. Ik kan beter nog een kop koffie nemen. Vertel me alleen waar die auto is en ik zal al je moeilijkheden voor je uit de weg ruimen. Ik heb invloed en ook heb ik een soort genegenheid voor je. Je hebt wel degelijk vanavond bezoek gehad, anders zou je niet op dit onzalige uur willen vertrekken. Waar is de wagen, beste kerel? Het spijt me, Aristide, maar dat zeg ik niet. En daar blijf je bij? Ja, daar blijf ik bij. Ik heb het recht te zwijgen als ik dat wil. En nou wil ik weg, tenzij jij mij in staat van beschuldiging stelt. Voor je gaat lijkt het me beter dat we eerst naar Albert gaan kijken. Het is een beste kerel, die Albert. Hij komt uit Bretagne, waar ze surrogaatkoffie maken uit lupinezaadjes en keken. Ja, deze kant uit. Het is in de kelder, meneer. Jij eerst, Carver. Zo, dus daar ligt Max Anselmoos in de diepvries. Wat zeg je daarvan? Bovenop de pakje spinazie. Nou, je kunt beter het deksel sluiten, anders bederven de groenten en het vlees. Jij hebt hem gedood. Ik niet, en dat weet je zelf donders goed. Ik zal het zelf donders goed weten als jij weet waar die auto is. Anders gaan we naar de politierechter. Jouw vingerafdrukken zullen op dat geweer staan dat bovenop hem ligt. Oh, dat zou me niks verbazen. Het zou je een hoop last en complicaties besparen als je zegt waar die auto is. Het proces verbaal en alles om je onschuld aan te tonen. Heb je er enig idee van hoe lang dat nemen zou? Hoe kan ik nou vertellen waar die wagen is als ik dat zelf niet weet? Tja. Het is zo jammer dat je er nooit zeker van kunt zijn of iemand liegt of de waarheid spreekt. Ja, ja, dat zou het politiewerk sterk vereenvoudigen en een hoop verwarring in het dagelijks leven stichten. Fouilleer hem, Albert. Ja, niet kietelen hoor. Rustig. Hey. Zeg, luister eens, Aristide. Jij weet heel goed dat ik Max niet heb gedood. Dat houdt overigens niet in dat ik niet blij ben dat hij dood is. Maar ik heb het niet gedaan. Iemand heeft jou er gewoon in laten lopen, je iets op de mouw gespeld om te voorkomen dat ik die auto zou vinden. Het zou kunnen, waarde vriend. Maar het is ook zo dat ik niet wil dat jij die auto vindt. En daarom is het plezierig om je elders voor een tijdje bezig te houden. Ach, wat een schatje. Kijk eens, Albert. Heb je ooit zoiets grappigs gezien? Het lijkt wel een circushond. Dat dansen en ronddraaien op zijn achterpootjes is werkelijk kostbaar. Kom eens hier, ventje. Ja, kom maar. Zo. En nou, Aristides auto onklaarmaken. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik wil graag een onderwaterbril, een snorkel, een zwembroekje en een rubber zaklantaarn. Even voor u kijken, meneer. Graag. Zo, hier hebben we zwembroekje, maatje 5, snorkel, bril, lantaarn plus de batterij. Ja. Ja, dat ziet er goed uit. Het is geen aanlokkelijk weer om te gaan watersporten, meneer. Het giet al de hele dag. Ach, het doet er niet veel toe of je nou in het water of daar buiten nat wordt. Ja, ja, zo is het, meneer. Kijk dus. En hier is uw bon. Ah, fijn, dank u wel. Even geld geven. Zo, alsjeblieft. Ja, dank u wel, meneer. En veel succes, meneer. Dank u.
sta je dat pad in je rechterhand. Het is eigenlijk geen pad, maar een soort karrenspoor door de bossen. En dan kom je op een plateau. En voilà, daar ligt het meer. Kan niet missen. Hier moet het dus zijn. Hier. Voor één keer heeft Tony de waarheid gesproken. Hier zijn bandensporen. Daar ligt dus ergens die wagen. Nou, zullen we ons maar gaan uitkleden. Godomme, wat is er koud. Nou, Carver, daar ga je dan. Dubbele longontsteking oplopen. Nou, duiken. Wat een rot gezicht. Otto, blauw en opgezwollen, drijvend achter het stuur. Er is allemaal kotsmisselijk van te worden. Ja, en ik zal toch nog een keertje naar beneden moeten voor de pakkie. Nou, daar gaan we dan. Zo, dat heb ik tenminste. Nou, als de bliksem terug. Goed zo, Rexy Dexy. Blijf doorzwemmen. Je bent op de goede weg. Nog eventjes en Nagi en ik zullen je hartelijk welkom. Pas op dat je pakje niet verliest. Je hoeft niet bang voor je hachje te zijn. Als je ons het pakje geeft, is alles vergeten en vergeven. En mama zal je een groot glas cognac geven. En je daarna heerlijk droog wrijven. Ja, sorry, ik ben in training voor afstandszwemmen. Ik moet nog een tijdje doorgaan hoor. Je komt er nu onmiddellijk uit, kereltje. Want het bevriest al dat heerlijks wat je hebt. Kom bij mama. En mama zal baby heerlijk warm maken. Ja, kom jij maar bij mij. Het water is verrukkelijk. Hé, hey, schatje. Kom jij hier dikwijls om te trainen? Als je nog een meter dichterbij komt, dan gooi ik dit pakje weg. Hoe kunnen we nou warm worden als we niet dicht bij elkaar zijn? Ja, stel jij je radar maar op. Op de dichtstbijzijnde koeienbel. En zwemmen vooruit. Ik kan niks zien in die regen. Oh nee, we zwemmen gezellig naast elkaar, liefje. En hou dat arme meisje dat hunkert naar liefde. Oef, niet voor de gek. Als jij dat pakje loslaat, zal ik je van onder tot boven openrijten. En het zou toch zonde zijn van dat heerlijke mannenlijf van jou. Kom nou uit het water, jongetje. En gooi mama pakje toe. Zaken gaan voor het meisje. Nagieb! Nagieb! Ik kom! Blijf daar staan en gooi me het pakje toe. Vooruit, schiet een beetje op. Daarna is het alleen maar liefde wat de klok slaat. Nagieb mag je graag. En ik ook. Nou, dan gaat hij dan. Zo. Zo. Hier is godzijdank mijn auto. En een pakje hebben we ook tenminste. Domme. Staat er een auto dwars over de weg? Kan ik er niet door? Ha, die Carver. Ha, die Tony. Volg Mimi maar. En dat pakje zal ik maar bij me steken. Nou, je hoeft heus niet met een geweer in mijn rug te blijven prikken hoor. Ik kan nergens naartoe in mijn zwembroek. Ik had met Mimi gewed dat je het zou halen. Ze is gek op wedden. Zeg, is dit het pakje waar zo'n deining om is? Ja,
En daar zat die baas natuurlijk achterheen en niet achter die wagen. Ik zou me doodschamen om tegenover jou te liegen. Maak je maar geen zorgen. Tony zal goed voor je zorgen. Heb je die lui daar geen zijde weg moeten ruimen? Oh, ik moest het meisje wat hardhandig aanpakken. Wat heb je met een auto gedaan? De sleuteltjes in het water gegooid. Mooi zo. Nou, dan kunnen we ons nu ontspannen. Ja zeg, ik krijg het wat kil. Je hebt ook niet te veel aan. Zeg, verdien je veel met dit soort werk? Voldoende. Ziezo, we zijn er. Je moet links aanhouden. Oh, dat is een mooi plekje. Vind je niet? Zo, stap maar uit. Ja. En als je geen grapjes uithaalt, dan zullen wij best met elkaar kunnen opschieten. Maar ja, we hebben nu eenmaal allemaal onze fouten. Daar is niks aan te doen. Leuk hier binnen, hè? Ja, enig. En weet je wat het leukste is? Mimi, neem jij het geweer even, hou hem onder schot. Kom hier, Carver. Wat ga je doen? Dit is je logeerkamertje. Die kruiwagen, die zit best goed. Slaap lekker. U hoorde het vierde deel van Man van Goud. Een hoorspel in 6 delen van Nick Funke-Bordewijk naar de roman van Victor Canning. Bob van Straten speelde Rex Carver, VCRone Wilkins, Robert Sobels, O'Dowden, Ad van Kempen, Tony, Frans Kokshoorn, Durnford, Lex Gorel, Aristide, Jan Wechter, Albert, Celia Nuvaar, Panda, Adno Jons, Alakwe, Beb Westerduin, Celia en Bronnie Heinke, Julia. De regie had Jeroen. Man van Goud. Een hoorspel in 6 delen van Nick Funke-Bordewijk naar de roman van Victor Canning. Regie Hero Muller. Hey, wat doe je nou? Ik maak een pakje van je. Met je handen op je rug gebonden, zal hij alles geloven. Wie? O'Dowda. O'Dowda? Hoezo? Lekker geslapen? Of was het erg ongemakkelijk in de kruiwagen? Nee, heerlijk zeg, heerlijk. Ziezo, nu ben je ongevaarlijk. Wat is dat met die O'Dowda? Dat zal ik je zo dadelijk aan het ontbijt wel vertellen. Ik zal je wel voeren. Oh, dat is vriendelijk van je. Jij weet niet half hoe vriendelijk ik wel ben. Wat voor een dienst ik je heb bewezen. Oh ja? Toen ik in het chalet afscheid van je had genomen en terugging naar mijn auto, stonden Panda en Nagieb op me te wachten. Nagieb wilde weten waarom ik naar het chalet was gegaan en wie ik daar had ontmoet. Ze zaten me al door op mijn nek. Maar dreigen wat ze met me zouden doen als ik niet zou vertellen wat ik wist. Dus je begrijpt wel dat er niets anders op zat dan te praten. Want bovendien werd me een beloning in het vooruitzicht gesteld. Ja, niet dat hij er veel En doet. Toen heb jij ze dus verteld dat de Mercedes in het meertje lag. Moest ik wel. En toen moest ik ze nog heen brengen ook. Maar ik wou je een kans geven. Dus heb ik ze een omweg laten maken. Verkeerde wegen gekozen en zo. Maar ja, jij snapt wel dat ik niet even geen kringetjes kon blijven rondrijden. Ik moest tenslotte wel naar het meertje gaan. En toen heeft hij me betaald en gezegd dat ik moest opdonderen. Zodoende. En dat heb jij gedaan? Nee, allicht niet. Ik deed alleen maar alsof. Mimi en ik kunnen het geld best gebruiken. En toen ben ik gaan nadenken. Ik dacht, er moet wel iets met dat pakje zijn. Ja, omdat iedereen het zo graag wil hebben. En als iedereen het zo graag wil hebben, is het een hoop geld waard. En dat is nou precies wat Mimi en ik willen.
Geld voor het kind, snap je? Ja, dat snap ik je. Dus zette ik die wagen dwars over de weg. Kijk, of Nagieb en het zwarte kreng zouden de eerste zijn. Met het pakje natuurlijk dat ze jou dan zouden hebben afgenomen. Of jij zou het zijn. Was ik even blij dat jij het was. Want die andere twee had ik echt hardhandig moeten aanpakken. Je ontroert me weer, Tony. En wat ben je nou van plan te doen? Niks dat jou kwaad zou kunnen doen. Wat dan wel? Mimi is O'Dowda gaan halen. Ze kan ieder ogenblik terug zijn. Nou, vooruit dat we naar de keuken gaan, dan krijg je een kop koffie van me. Mm-hmm. Zeg, en denk jij dat O'Dowda zomaar meegaat? Allicht. Ik heb toch het pakje dat hij zo graag wil hebben? Oh, je hebt wel lef, moet ik je zeggen. Jij kent O'Dowda niet. Hij is niet bepaald iemand die je naar je hand kunt zetten. Mm. Jij probeert me bang te maken, Carver. Ik kan hem heus wel aan. En bovendien heb ik een hoop over voor $5,000. Hij zal je vermorzelen. Het is een onbeschofte kerel die bepaald niet met zich laat spelen. En hij zal spelen met jou, waarde vriend. Oh ja? Dan zal hij met deze revolver toch wel rekening moeten houden. Oh, die zal niet zoveel indruk op hem maken. We zullen zien. Weet jij wat er in dat pakje zit? Geen idee. Dat is dan maar goed ook. Want daar ben jij nog te jong voor, Carver. Oh, wat zit erin, Tony? Je had Mimi's gezicht eens moeten zien. Ja, ze is heus al wat gewend, maar nu was ze toch diep geschokt. Ja, eerst wou ze het stukje film dat ik had afgeknipt en dat ze me als bewijs moest laten zien niet eens meenemen. Maar ik stond erop. Ja, per slot heeft hij er recht op om te zien dat we hem niet belazeren. Enfin, ik heb de boel weer netjes ingepakt, precies zoals het was. En ik vraag er $5,000 voor in gebruikte bankbiljetten. Tch, eigenlijk belachelijk goedkoop. Je hebt het allemaal knap uitgedacht, Tony. Laat dat maar aan mij over. En je hebt mijn arm op mijn rug gebonden om de indruk te wekken dat jij mij te grazen hebt genomen. Precies. Als bewijs dat het jouw schuld niet is. Snap je? Nog iets, Tony. Heeft Otto jou ooit verteld waarom hij bij O'Dowda is weggegaan? Hij had wat kapitaal bij elkaar gegraaid. Men wilde voor zichzelf beginnen. En hoe kwam hij aan de kapitaal? Dat heb ik hem nooit gevraagd. Daar zijn ze. Wedden? Ja, wie zou het anders kunnen zijn? Verheug je erop hem te ontmoeten? Hij heeft er iets op tegen om geld onder dwang af te staan, hoor. Wie niet? Hij komt! Mooi zo. Alleen? Ja. Zo, Kaver. Je hebt er dus een potje van gemaakt. Ik meen me te herinneren dat jij iedereen te glad af was. En nou kost je me notabene $5,000. Wat vindt u, meneer Collard? Zal ik dat van zijn honorarium aftrekken? Dat zijn uw zaken, meneer O'Dowda. Draai u om en doe uw handen omhoog. Ik wil u even fouilleren. Meneer Carver heeft zijn best gedaan, meneer O'Dowda. Houd dat in gedachten. Aardig van u me dat onder ogen te brengen. Maar dat best doen van hem, dat gaat me $5,000 kosten. Mimi, haal het pakje. Tel het geld maar, dan kan uw vrouw mij het pakje geven en dan verdwijn ik weer. Oh nee, meneer O'Dowda, mij niet gezien. Stel je voor dat er iets in mijn gezicht ontploft. Maak het zelf maar open. Gelijk heb je, jongetje. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn. Tel jij eens even, Mimi. Ja, het klopt. Mimi, schuif het pakje over tafel naar hem toe. Kom niet dichterbij. En als hij nou nog eens schiet, Collard, dan raak je je vrouw en niet mij. Lafaard, om haar als dekking te gebruiken. Schuif dat pistool over de vloer naar me toe. Anders breng ik haar nek. Kijk, zo. Kaver, vertel hem dat ik het zal doen ook. Wees verstandig, Tony. Hij is ertoe in staat. En dan zal hij zich later nog weten uit te draaien ook. En na die $5,000 kun je fluiten. Hier met dat pistool. Ziezo, dat is dat. Nou kunnen we zaken doen. Eerst je vrouw maar in die kamer opsluiten. Zo. Sta nou maar op. Schoft! Hou op, O'Dowda. Je vermoordt hem nog. Wees maar niet bang, Kaver. Ik weet precies hoe ver ik gaan kan. Hij is niet dood, alleen maar bewusteloos. Kom hier, Kaver. Waarom? Ik zal het touw doorsnijden. Geloof jij nou heus dat ik dat verhaal heb geloofd? Hij jou te slim af zijn, toe nou. Daar is hij toch veel te stom voor. Nee, vader, jullie hebben dit samen zitten bekokstoven. Jullie het geld samen delen, hè? En jij dan je volle loon omdat je er helemaal niks aan kon doen dat hij in de boot genomen heeft. Dacht je nou heus dat ik daarin zou trappen? Sta op, zeg ik je. Oh, oh. Zeg, heb je er zo langzamerhand niet genoeg van al dat gemep, O'Dowda? Je hebt je portie ochtendgymnastiek nou wel gehad, hè? Ja, jong.
bewusteloos. We moeten wegwezen voor die bij komt. Help me even Tony in de auto dragen. Oh, nee. Jij, ja, broertje. Ik zal jou wel... Als jij je straks beter voelt, O'Dowda, dan kunnen we misschien tot zaken komen. Je autosleutel zal ik een paar kilometer verderop op de weg achterlaten. Ik ben niet veel te weten gekomen, Carver. Generaal Seifu Kumwala is premier van zijn regering. En mevrouw Falia Max is de vrouw van de minister van Landbouw. En over Panda en Boubacar ben ik niets te weten gekomen. Nou, ik ben erachter gekomen, Wilkins, dat O'Dowda's maatschappij voor een Verenigd Afrika bijna de delfstofconcessies had gekregen van Kumwala's voorganger. Maar toen Kumwala ten toneel verscheen, werden de onderhandelingen afgebroken. Nou, ik heb Gaffi gesproken, die niets heeft losgelaten over die anonieme brieven die hij destijds heeft ontvangen. Oh? Carver. Hoe is het eigenlijk met jou? Oh, best, best. Behalve dat ik door Panda Boubacar werd achterna gezeten die me een flinke krap heeft bezorgd. Ze droeg alleen maar een BH en een slipje. Hmm. Nou, waar ben je te bereiken voor het geval dat het nodig is? Talwar 8802. Zeg, het zal je interesseren dat ik de Mercedes heb gevonden. Oh, dat is knap van je. Verder nog iets? In de juffrouw Julia Young Brown heeft een keer of 3-4 opgebeld om te weten waar je uithing. Het leek me beter me van de domme te houden. Hmm. Oh ja, en dan nog iets. In de Times van gisteren stond een huwelijksannonce van Kevin O'Dowda met mevrouw Mirabelle Heisenbach. Oh, help me herinneren dat ik bloemen stuur. Carver, ik heb een boodschap voor meneer O'Dowda. Ja? De Mercedes ligt in een meertje 14 kilometer ten oosten van Saint-Jean. Voorbij Saint-Michel neem je de weg naar de Italiaanse grens en dan sla je halverwege links een weggetje in dat door de bergen naar het meertje voert. Hebt u naar de wagen gedoken? Heb jij er enig idee van hoe koud dat water in september is? Als u het pakje hebt gevonden, wil ik zo snel mogelijk een gesprek onder vier ogen met u hebben. Per slot ben ik het geweest die u heeft verteld waar de wagen zich bevond. Zou in uw voordeel kunnen zijn. Ik zal erover nadenken. Waar bent u? Als je belooft er niet met O'Dowda over te spreken, zal ik het zeggen. Dat beloof ik. Ik logeer in het AB Hotel in Talwar. Binnen. Goedemorgen, Carver. Hey. Wat een luxe ontbijt op bed. Ja, zet blijven mijn broodjes af. Ik heb altijd honger. Wist jij dat de eerste croissants uit Boedapest stammen uit het jaar 1668? Nee, dat wist ik niet, nee. Zeg, doorzoek jij altijd kamers onder het eten? Nou, alleen als het nodig is. Hé, kijk, daar hebben we wat. De pistool zal ik me bij me steken. Nou, geef het dan terug aan O'Dowda, het is van hem. In de badkamer is niks. Goed, dan nu het bed. Ja, dan moet ik eruit. Graag. Zeg, je hebt natuurlijk al in de safe van het hotel gekeken, hè? Natuurlijk. En natuurlijk in mijn auto. Natuurlijk. En natuurlijk weet ik dat jij het pakje hebt en dat je het ergens hebt verstopt. Als je het verliest, sta je er niet zo best voor. Heb je bezwaar tegen als ik ook de helft van je koffie drink? Ik ben al vanaf 4 uur vanochtend onderweg. Oh, vanaf het moment dat Guffy jou mijn telefoonnummer heeft gegeven. Ja. Jouw juffrouw Wilkins had geen andere keus. Oh, die hoed dus ook niet te hebben, hoor. Ze had mijn toestemming. Daarom verwacht ik je ook, zei het niet zo vroeg. Misschien wil je me nou eens vertellen welke rol jij in deze O'Dowda-geschiedenis speelt. Je taak voor hem is voltooid, hè? Ja, ja, ik heb de wagen gevonden en O'Dowda hierover laten inlichten. O'Dowda is anders niet zo bar over je te spreken. Dat moet je van Durnford hebben gehoord. Ja. We hebben al eerlijk contact met hem gehad. Eerst anoniem, daarna openlijk. Hij is niet altijd even eerlijk en op nu vertrouw ik hem niet. Maar hij is behulpzaam geweest. Zij is Durnford de enige die je anonieme brieven heeft gestuurd? Voor zover ik weet, ja. Eén heb ik bij Interpol gekregen en Guffy heeft er 2 bij Scotland Yard ontvangen. Oh ja, en de politie kon ze natuurlijk niet negeren, hè? Zelfs al zou het niets dan leugens zijn. Natuurlijk niet. Van Guffy heb ik gehoord dat het om een internationale figuur gaat. Wat voor ons van belang is, is dat die figuur uit Europa komt. Oh, het prototype uit verhaaltjes? Uit sprookjes. Ja, is dit fantasie of werkelijkheid? Dat moeten we afwachten. Oh, een mooi hotel.
Een mooi uitzicht. Oh, wil je van een onderwerp veranderen? Nee, niet speciaal. Ja, ik kan me nog voorstellen dat Guffy me waarschuwt voor Ododa op te passen. Per slot, in zijn afdeling de moordbrigade. Maar wat ik niet snap is dat Interpol belangstelling heeft voor wat zich wel of niet in die gezonken auto zou bevinden. Oh nee? Nee. Er bestaat een groot verschil tussen Interpol en het bedrijfje dat jij op nahoudt. Mm-hmm. Het pakje dat jij zo vernuftig gevonden en verstopt hebt, heeft een politieke achtergrond. Ik kan je alleen vertellen dat de regeringen die belangstelling voor het pakje hebben, niet wensen dat Gonwalla voor Doudat in handen krijgt. Die regeringen zouden heel goed weten wat ermee te doen als ze hiertoe ooit gedwongen zouden worden. Ongetwijfeld, ja. Hoewel ze dat natuurlijk niet als chantage zouden zien, hè? Chantage is een respectabel wapen in respectabele handen voor een respectabel doel. Dat is een mooie tekst voor een tophit, zeg. Nou, ik ga mijn douchen en scheren. Weet je dat ze jou van moord kunnen beschuldigen? Zelfs uit jouw mond klinkt dat niet overtuigend. Apropos, zeg, als ik dat pakje nou wel eens zou hebben, hè, wat zou Interpol me dan betalen? Niets, geen cent. Oh ja, dat zouden ze wel. Zeg ze dat maar uit mijn naam. Ik zal je boodschap overbrengen. Overigens moet ik je nog zeggen dat het pakje binnen 4 dagen in ons bezit moet zijn. Of anders? Daarover zijn we nog aan het beraadslagen. Vind je het erg als ik ook het laatste broodje opeet? Ga je gang. Je komt er wel uit, hè? Zeker. Hallo? Ja, met Carver, juffrouw Julia. Als u mij wilt helpen, pak dan onmiddellijk een koffertje, neem uw auto en rijd naar de dichtstbijzijnde telefooncel en bel Taloires 8802. Hallo? Hallo? Is deze skihut van u? Ja. Komt u binnen? Ja, graag. Heeft u de tape recorder en het projector meegebracht? Ja, en heeft u het pakje? Ja, licht. Zeg, er is niets te eten in huis. Ik ga even wat halen. Dan kunt u intussen dat filmpje afdraaien. Ja, en okay. Zo terug. Goed. Zo. Projectortje omzetten. Filmpje erin. Ja. Ah, kijk eens. Net wat ik dacht. Panda Boubacar. Ja, die andere twee, dat zullen wel generaal Gonwalla en mevrouw Falia Maxe zijn. Nee, het is geëikte filmpje, hè? Pornografie voor oude impotente heertjes. Ja. Het is wel bezwarend materiaal voor generaal Gonwalla. Nou, ik heb het al gezien. De winkels waren al dicht. Ik heb alleen maar wat brood, melk en boter en eieren kunnen krijgen. Oh, dat is best. Klaar met het afdraaien? Ja. Zeg, kunt u goed luisteren? Ja, hoezo? Ik ben van plan strikt eerlijk te zijn. Ik ben door Odauda in dienst genomen om zijn Mercedes op te sporen. Weet ik. Nou. Gedurende mijn onderzoek kwam mij ter oren dat er zich in de auto een pakje bevond dat voor Odauda van belang was. Toen ik hem hierna vroeg, vertelde hij me dat het Japanse obligaties betrof. Wat ik niet geloofde. Ja, hij liegt graag en veel. Toen ik op zoek was naar die auto, kwam ik al gauw tot de ontdekking dat er nog twee mensen in het pakje waren geïnteresseerd. En wel Nagib en Jimbo Alakwe. De eerste werkte in opdracht van generaal Seyfo Gonwalla, de leider van de Afrikaanse staat. En de tweede voor Interpol. Oh. Ik heb inmiddels de auto en het pakje gevonden dat, zoals u weet, een filmpje en een band inhoudt. Zo dadelijk zal ik het posten. Postkantoor is gesloten? Ja, daar vind ik wel wat op. En verder? De film was gemaakt met een verborgen camera en bevatte seksuele activiteiten tussen generaal Gonwalla, mevrouw Panda Boubacar en een zekere mevrouw Falia Maxi. Pornografie? Ja, ja. Het image van Gonwalla is dat van een streng en rechtvaardig leider die alles op alles wil zetten om corruptie en immoraliteit uit zijn land uit te roeien. En de film bewijst het tegendeel. Precies. Als het bestaan van deze film zou worden bekendgemaakt, zou hij onmiddellijk worden afgezet. En de band? Wat staat daarop? Een gesprek tussen generaal Gonwalla en een zekere Alexei Kukarin, waarin wordt voorgesteld wapens en vliegtuigen te ruilen tegen een hoofdaandeel van de door de staat van Gonwalla geproduceerde delfstoffen. Het is duidelijk dat Odauda hierachter zit. Hoezo?
Nou, O'Dowda die wilde dit materiaal gebruiken om de val van de regering van Gowalla te bewerkstelligen en zich daardoor zekerheid te verschaffen het monopolie van de bodemconcessie te verkrijgen dat hem door het vorige gouvernement was toegezegd. Verbaast me niets, mijn stiefvader kennende. En de Alakwe-broeders wilden de film en de band natuurlijk graag hebben om die te vernietigen. En O'Dowda wilde ze hebben om er zeker van te zijn dat hij het monopolie verkreeg. Nou, het is allemaal wel erg ingewikkeld. Ja, nou ik bij deze kwestie ben betrokken is mijn grootste probleem. Wat moet ik doen met die informaties die ik heb? Ja. Ik kan het voor grof geld aan O'Dowda verkopen of aan generaal Gonwalla. Beiden hebben er persoonlijk belang bij het in handen te krijgen. Ja. Of ik zou het Interpol kunnen verkopen. Of schoon die me nooit zouden betalen wat ik van die andere twee zou krijgen. Of ik zou het kunnen vernietigen. En wat bent u van plan te doen? U stelt me nu op de proef, is het niet? Oh ja? In mijn ogen wel, ja. Wat zou u doen? Het vernietigen. Verbranden. Nu direct. Als ik niet beter wist, dan zou ik mijn gedachten hierover kunnen laten gaan. Maar ik heb er andere plannen mee. Dat verbaast me niets. Hebt u erg genoten van de film? Nou, ik heb betere gezien, hoor. Maar nou iets anders. Behalve het feit dat Interpol ook in dat pakje is geïnteresseerd, hebben ze die anonieme brieven over uw stiefvader ontvangen? Dat ben ik niet geweest. Nee, daar zie ik u ook niet vooraan. Maar heeft u enig idee wat er in die brieven zou kunnen staan? Goed. U wilt hierop geen antwoord geven. Zal ik het op een andere manier proberen? Waarom heeft u de eerste keer dat u mij wou spreken niet verteld dat Otto Liebs, tweede chauffeur op het kasteel is geweest? Ik dacht niet dat het er iets toe deed. Luister eens, juffrouw Julia. Ik sta aan uw kant. Het zou heus beter zijn als u iets van die reserve liet varen. Het is waar dat ik toentertijd aan die informatie niet zoveel zou hebben gehad. Maar ik kan me precies voorstellen hoe hij en Max hebben samengewerkt. Tilia voelde zich eenzaam. Otto nam haar mee voor ritjes in de auto. Ze praten en ze vond hem aardig. Het gewone liedje van een eenzaam meisje mee uitnemen wat werk van haar maken. Maar toen ontmoetten ze Max. En ze zweeg over de affaire omdat die haar eerste was en ze die als haar grote liefde beschouwde. Zoiets moet het toch zijn geweest? Waarschijnlijk. Dan begrijp ik niet waarom u hierover in Turijn hebt gezwegen. Want u had het me rustig kunnen vertellen, maar u deed dat niet. En ik wil weten waarom. Waarom? Omdat uw belangstelling voor Otto op een ander vlak lag. Heb ik gelijk of niet? Ja. Goed. U had dus een ander soort belangstelling voor hem en u wist niet wat u daarmee aan moest. U wist ook niet of u mij dit wel kon vertellen, omdat u me niet vertrouwde. Zelfs nu nog bent u waarschijnlijk van mening dat ik elke vertrouwelijke inlichting binnenste buiten keer om te zien wat voor voordelen voor mij in zit. Dat is niet waar. Oh nee? Nee. Goed, dan wil ik het nu weten. Welke rol heeft Otto gespeeld bij de dood van uw moeder? Moet dat? Ja, dat moet. Ruim 2 jaar geleden waren we met z'n allen op het kasteel. En toen vertelde mijn moeder mij dat ze niet bij O'Dowda wilde blijven, omdat ze op iemand anders verliefd was geworden. Op wie? Dat wilde ze niet zeggen. Ik denk dat ze bang was. Maar ze zei wel dat we het gauw genoeg te weten zouden komen. Ze wilde de volgende ochtend weggaan en Otto zou haar met de auto naar Genève brengen. Dit gesprek vond laat op de avond plaats. Ik ben naar bed gegaan en heb haar nooit meer gezien. Hoezo? Mijn stiefvader heeft me de volgende dag aan de lunch verteld dat ze in het meer van Genève verdronken was. Hij zei dat ze vroeg was opgestaan. Otto had gevraagd haar naar het meer te brengen, waar we een paar raceboten hebben. En dat ze met keurmoot het meer is opgegaan en dat de boot toen is omgeslagen. En gelooft u dat? Ze was gek op boten. En op snelle boten helemaal. En ze hield ervan om er vroeg op uit te gaan. Iedere andere ochtend had het best waar kunnen zijn. Maar niet die ochtend. Want op die ochtend was ze van plan geweest er voorgoed met een ander van door te gaan. En het stoffelijk overschot is nooit geborgen? Het meer is erg diep. En bij het onderzoek verklaarde Otto dat hij haar naar het meer had gebracht en haar daar aan boord heeft zien gaan met Keurmoot. Ja. En Keurmoot heeft gezegd dat ze te hard waren gegaan, het meer onstuimig was en zo. En dat ze toen omsloegen en hij alles heeft geprobeerd om haar nog te hulp te komen. Ja. En u en Tilia hebben sindsdien verdenkingen tegenover O'Dowda gekoesterd. Ik heb het sterke vermoeden dat hij haar heeft laten vermoorden. En hoe zit dat dan met de man met wie ze zou weglopen? Heeft die ooit iets van zich laten horen? Nee. Enig idee wie dat geweest kan zijn? Nee. Na dit incident heeft Otto zijn betrekking bij uw stiefvader opgezegd, is het niet? Ja. Zal ik u vertellen wie die man was? Hoe kunt u dat weten?
intuïtie. Het was Durnford. Dat kan niet. Dat kan wel. We hebben het over de liefde. En de liefde kan soms vreemde combinaties tot stand brengen. Het was Durnford. Hij heeft die anonieme brieven geschreven. Hij haat O'Dowda en hij zal alles in het werk stellen om O'Dowda aan hek te zetten. En het is typisch iets voor O'Dowda om zich van uw moeder te ontdoen en Durnford in zijn dienst te houden, omdat hij half en half begreep dat Durnford moest weten wat er was gebeurd en toch geen maatregelen zou kunnen nemen. En dit zijn nou juist het soort dingen waar O'Dowda van houdt en voor leeft. Daarom ook heeft hij al die wasse beelden. En Durnford heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd het hem betaald te zetten, maar als hij niet oppast, dan zal Kermode ook hem te grazen nemen, zodra O'Dowda er genoeg van krijgt. Durnford? Ik kan het niet geloven. Ik wel. En nog iets anders ook. Als uw stiefvader uw moeder heeft vermoord, dan is er niemand die iets kan doen. Otto is dood en kan niet getuigen. Kermode leeft en wil niet getuigen. Ze is verdronken en het tegendeel kan niet bewezen worden. En dit is niet alleen mijn mening, want ik heb zo het idee dat Interpol er precies één erover denkt. Ik kan u dus alleen maar aanraden die zaak uit uw hoofd te zetten. Hebt u geld van uzelf? Ja. Volg dan Syria's voorbeeld. Ga weg. Onder deze omstandigheden en wetende wat u weet, kunt u hier niet blijven. Maar dat heb ik al gedaan. Oh ja? Ik was al veel eerder weggegaan als die affaire met Syria zich niet had voorgedaan. Want toen u mij gisteren belde, was ik al bezig mijn koffers te pakken. Ik was van plan hier een paar dagen te blijven en na te denken. Heeft u O'Dowda verteld dat u weg zou gaan? Ik heb hem een briefje geschreven en dat aan Durnford gegeven. Durnford. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik durf er alles om te verwedden. Hebt u in die brief een reden opgegeven voor uw vertrek? Nee, maar het zal niet moeilijk zijn dat tussen de regels door te lezen. Het kan me niks verdommen. Ja, ja. Het leven is gecompliceerd. Dat is soms juist zo prettig. Ik ga een paar eieren bakken. Dan ga ik me eerst van het pakje ontdoen. Het postkantoor is gesloten. Ik vind er wel iets op. Tot zo. Gelukt? Ja. Nou, ik zit altijd vol goede invallen. Ruikt lekker. Wat heb je met het pakje gedaan? Aan mezelf post de restant in Evian gestuurd. Kom eten. Is er niets aan te doen? Aan die moord op mijn moeder? Julia. O'Dowda is miljonair en miljonairs nemen geen risico's. Hij kan niet alleen mensen kopen en verkopen, maar ook de waarheid. Nogmaals, zet dat nou uit je hoofd. Hè? Als hij schuldig is, dan zal hij zijn trekken thuis krijgen. Er is niks wat jij kunt doen. Zal ik je vertellen wat ik van plan ben? Ja. Als ik dat pakje afhaal, dan zal ik het vernietigen. Dat is lief van je. Helemaal niet. Hoogstens verstandig. Je bent heel anders dan je je voordoet. Je zou eens moeten weten hoe ik ben. Daarom ga ik nu ook weg. Ben je zo onzeker van jezelf? Integendeel, veel te zeker. Daarom blijf ik vannacht ook niet hier. Ik kom morgen ontbijten. Julia? Julia? Julia, waar ben je? Julia? Hé, een briefje? Lievertje, we hebben juffrouw Julia voor onbepaalde tijd van je geleend. Wees maar niet bang. We zullen goed voor haar zorgen. Zeg tegen haar vader dat hij haar terug kan krijgen zodra hij ons... Je weet wel wat geeft. Zalige pyjama's draag je. Wat verdomde pandoep. Nou, kom nou.
Ja, met Carver, Durnford. Ik ben op het ogenblik in het chalet van juffrouw Julia. Wist jij dat juffrouw Julia hier een tijdje zou blijven? Ja. Voor ze wegging vroeg ze me haar post door te sturen. Oh, en heb jij Naguib verteld waar hij je vinden kon? Dat is mijn zaak. Nou, het enige dat ik dan kan zeggen is dat je met Titch Kermode niet uit moet gaan in een raceboot. Je hebt er wel een mooi potje van gemaakt. Waar is O'Dowda? Die komt straks en hij wil u spreken. Allicht, ja. Zeg hem maar dat ik zo gauw mogelijk kom. Heeft hij die brief van Julia gelezen? Welke? Waarin ze schrijft dat ze niks meer met hem te maken wil hebben. Ja. Dat is dan jammer. Ik ben nog net op tijd, is niet? Ja, Aristide, ik stond net op het punt om weg te gaan. Dan bof ik dus. Ja, jij boft altijd. Het is anders heus niet zo knap van me dat ik je altijd weet te vinden. Dat heb ik ook niet beweerd. Met al die mensen die je inzet om mij te schaduwen, is het een koud kunstje. Hm? Heb je hier de avond met juffrouw Julia doorgebracht? Ja. En waar is ze nu? Dat weet ik niet. Ik heb de nacht in een hotel doorgebracht en toen ik vanochtend weer kwam voor het ontbijt was ze verdwenen. Hm. Een bevriende relatie van ons liet dit briefje achter. Oh, van juffrouw Panda? Waarom is die pyjama van jou zo zalig? Omdat hij bedrukt is met alle vlaggen van de wereld. Julia heeft natuurlijk dat pakje voor je gehaald en jij hebt het in veiligheid gebracht. Ja. Mooi zo. Ik zou het heel naar hebben gevonden als iemand anders het in handen had gekregen, want dat zou hoogst onaangenaam voor je zijn. Allicht ja, tot ik het pakje overhandig in ruil voor Julia. Die hoffelijkheid is uit de tijd. Ja, als ik niet hoffelijk ben, dan zou ze in een meertje terecht kunnen komen. Dood, mors dood. Generaal Gonwalla kan dan dol zijn op vrouwen, maar teerhartig is hij bepaald niet. Macht en politiek zijn de vloek van mijn leven. Ik hou veel meer van eenvoudige zaken, zoals moord, diefstal en valsheid in geschriften. Helaas kun je je leven niet kiezen. Ik heb de instructie gekregen dat pakje te bemachtigen en mijn organisatie heeft erin toegestemd jouw wens in te willigen en je ervoor te betalen. Zo. Tot nog toe heb ik gedacht dat wij samen de prijs zouden kunnen bepalen. Je zou wel niet de som ontvangen die Gonwalla of O'Dowda je zou hebben betaald, maar omdat je een groot hart bezit, wist ik dat je met plezier een extraatje zou hebben laten gaan om mij een dienst te bewijzen. Door het kidnappen van Julia is de zaak gecompliceerd geworden en voor jou onaangenaam. Denk je dat? Dat weet ik. En jij ook. Mijn werkgevers moeten dat pakje hebben. Daar staan ze op. Gonwalla en O'Dowda kunnen dan meedogenloos zijn, maar dat is niets vergeleken bij mijn werkgevers. Als het meisje dood zou zijn, dan zou niemand hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Natuurlijk zullen we proberen haar te vinden en te bevrijden, maar dat zou uit een vorm van bureaucratische noodzaak zijn. Triest, hè? Verwacht jij nou heus dat ik zomaar afstand van het pakje zal doen en me verder niks zal aantrekken van wat er met Julia gebeurt? Precies. Ach, je weet heel goed dat ik dat nooit zou doen. Ik weet dat je zult proberen je eruit te draaien. Hoe dan? Dat is jouw zaak. Het kan me niks schelen wat je doet, als ik dat pakje maar krijg. En als ik het niet krijg, weet jij natuurlijk wat je te wachten staat. Nou, vertel maar, Aristide. Probeer me maar bang te maken. Je zult uit de weg worden geruimd. Uit een bureaucratische noodzaak. Gelukkig sta ik daar helemaal buiten, want dat is mijn afdeling niet. Dus hoef ik ook geen schuldgevoelens te hebben. Bof jij even? Maar ze zullen het niet op een sadistische manier doen. Of er een langdurig proces van maken. Nee, het zal maar even duren en op een ongeluk lijken. Hopelijk ben je toch niet zo naïef om te denken dat ik nu grapjes zit te verkopen. Ik zal jou eens iets vertellen, Aristide. Doe dat. Ik weet precies hoe ik ervoor sta. Als ik dat pakje aan Naguib geef om Julia terug te krijgen, is het met mij gedaan. Ja. Als ik het aan O'Dowda geef, dan is het met mij en Julia gedaan. Weer goed. En als ik het aan jou geef, Aristide, dan teken ik Julia's doodvonnis, omdat Gonwalla iemand zou willen laten boeten voor alle ellende die hij voor de boeg heeft. En? Moet erover nadenken. Vanzelfsprekend. Je weet waar je me bereiken kunt. Ja, en wat ga jij doen met de andere kant van de zaak? Oh, die moord bedoel je? Hm? Ja, daar heb ik geen opdracht voor gekregen. Dat moet wachten tot die andere kwestie geregeld is. Die is veel belangrijker. Je gaat nu zeker naar het kasteel? Ja. Doe me dan een plezier en zeg niets over onze belangstelling voor deze zaak. Dat blijft tussen jou en mij. Allicht, ik zou niet overpeinzen om jou in verlegenheid te brengen. Mooi zo, dat is de juiste opvatting. Goeie reis en veel succes. Dag, Durnford. Dag, meneer Carver. Dit wordt een gesprek onder vier ogen. Door de telefoon heb ik je al gezegd hoe ik over je denk, dus dat kunnen we overslaan. Ik zal je een paar vragen stellen waar ik een rechtstreeks antwoord op wil hebben, oké? Oké. Heb jij vandaag iets van Naguib Alakwe gehoord? Nee. Weet je dat hij Julia heeft ontvoerd en haar alleen vrij zal laten in ruil voor het pakje? Nee. Als je vroeger contact met Naguib wilde hebben, hoe deed je dat dan? Had er niets aan. Het spijt me, maar dat gaat me wel aan.
Ik wil het weten en het kan me niks schelen om jou een paar opstoppers te verkopen, al ben je ouder dan ik. Rue de Volande, 16 à Genève. Het enige wat u te doen stond, was mij het pakje geven of het vernietigen. Ik was van plan het te vernietigen. Oh nee, dat zou u nooit doen. U wilt er geld van maken. Dat dacht ik eerst ook, maar ik ben van gedachten veranderd. Zal ik jou een goede raad geven? Pak je koffers en verdwijn. Ga zo ver mogelijk van O'Dowda vandaan. Hij heeft je een verdomd kwalijke loer gedraaid. Je had nooit terug moeten komen. Hoe weet u dat? Intuïtie. En nou weet ik het zeker. Hij heeft haar vermoord. Dat zal wel, maar er is niks wat jij kunt doen. Als O'Dowda straks hoort wat er allemaal is gebeurd en wat jij hebt gedaan, dan moet je je eigen huid zien te redden. Ik ben van plan hem te vermoorden. Oh, ik wou dat ik daar zeker van kon zijn. Titch Kermode heeft haar vermoord. Hij is een ploert nog erger dan O'Dowda. Soms gingen ze samen in die zaal volwassen beelden zich bedrinken. Je kon ze van hier horen lachen, schreeuwen en lallen. Een tijdje heb ik dit voor de dochters geheim kunnen houden. Tot ze er zelf achter kwamen natuurlijk. Daarom zijn ze ook weggegaan. Waar is O'Dowda? Weet ik niet. Maar hij kan ieder ogenblik komen. Dan maak ik dat ik wegkom. Zeg, heb jij een pistool? Een pistool? Ja, een pistool. De kans zit er dik in dat ik er een nodig zal hebben. Hier is het. En wat patronen. Merci. U gaat zeker naar Genève. Naar die Naguib. Goed gereden, ja. Tot ziens, zullen we maar zeggen. Ha, meneer Kaver, komt u... Maar hou dat pistool niet op me gericht. Dat staat zo onvriendelijk. Gezellig hier, vindt u niet? Mij te druk, Naguib. Nou ja, smaken verschillen. Wat drinkt u het liefst? Whisky en soda, Naguib. Maar ik zal het zelf wel klaarmaken voor het geval dat je er vergif in doet. Men kan nooit voorzichtig genoeg zijn. U hebt anders een slecht geheugen voor gezichten, meneer Kaver. En dat stelt me diep teleur. Hoezo? Ik ben Jimbo, à la Quay. Wat doe jij dan verdomme hier? De boel in de gaten houden. Naguib heeft het erg druk. En bovendien ben ik nu in dienst getreden bij meneer O'Dowda. Heeft O'Dowda jou aangenomen? Jazeker, waarom niet? Hij vertrouwt me natuurlijk niet, maar hij wil graag weten waar ik uithang. Wat is de vraagprijs voor het pakje? Het meisje natuurlijk. Maar u zult toch zeker voor uzelf ook wat willen hebben? Ik wil alleen het meisje. Daar moeten we dan eens rustig over praten. Laten we dat doen, ja. Wat ik zou willen weten, Jimbo, is hoe zij en Naguib erachter zijn gekomen dat ik in het chalet van Ansermoos was. Oh, dat is heel eenvoudig. Ze hebben het chalet opgebeld en u nam de telefoon aan. Een vrouw belde u op en u zei dat Max in Cannes was. Weet u nog? Waar is Julia? Als ik het wist, zou ik het u niet vertellen. Maar helaas, ik weet het niet. Ik kan u echter wel vertellen, meneer Kaver, dat ik bevoegd ben de prijs te regelen voor het pakje. Wat had u in gedachten? Niets. Ik doe geen onderhandelingen. Dat is hoogst onhoffelijk. Ze is mooi en ze mag u graag. U moet goed bedenken dat u voor het pakje dat voor u geen waarde heeft 1000 guineas kunt krijgen en haar vrijlating. Ik ga er natuurlijk van uit dat u nog in bezit bent van het materiaal en het veilig hebt opgeborgen. Je kunt denken wat je wilt, Jimbo, maar je krijgt het pakje niet. Niemand krijgt het. Niemand? Wij niet? Meneer O'Dowda niet? Interpol niet? Precies. Dat spijt me dan voor u. Het is allemaal erg triest. Ik zou niet graag in uw schoenen willen staan. Tot ziens, Jimbo. Ik kom er zelf wel uit. Oh, dit is Kermode. Oh. U hoorde het vijfde deel van Man van Goud, een hoorspel in 6 delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Canning. Bob van Straten speelde Rex Carver, Lex Gorel Aristide, Bruni Heinke Julia, Ad van Kempen Tony, Robert Sobels O'Dowda, Frans Coxhoorn Durnford, V.C. Arone Wilkins, Web Versluis Mimi, Adno Jons Alakwe en Celia Nuvaar Panda. De regie had...
Man van Goud. Een hoorspel in 6 delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Canning. Regie Hero Muller. Zo, je bent dus weer bij kennis, Kava. Hier, neem een slok. Zal je goed doen. Het is een aardig menselijk trekje van jou, Douda. Weet je wat je bent, Kava? Je bent een schoft. Daan vat ook, maar die is een dronken schoft. Trouwens, ik heb hem ontslagen. Voor het geval dat je mocht interesseren. Zeker na hem te hebben afgetuigd om te weten te komen waar ik was. Precies. Zo was het, hè, Kermoot? Ja. Ik heb een afkeer van tijd verspillen, want iemand is er altijd de dupe van. Nou, maak me maar wakker als we er zijn, hoor. Denk je heus dat je slapen kunt? Nou, let maar eens op. Dan zullen ze dadelijk pret hebben met hem, meneer. Reken maar. De moeite waard om nog even te wachten. Is hij werkelijk in slaap gevallen, meneer? Ik geloof erachter van wel. Tenzij je doet alsof. Jammer dat we hem nou alweer wakker moeten maken. Ja. Kava. Huh? Ja? We zijn er. Opgeknapt? Ja. Mooi zo, want je moet op je best zijn voor wat je te wachten staat. Hé, hey, gaan we niet naar het kasteel? Nee. Waar dan wel naartoe? Zul je wel zien. Oh, een meertje, een boterhuis. Dat is interessant. Mijn atelier. Zie je dat wassen beeld daar in die hoek? Dat ding daar zonder hoofd? Ja. En als het af is, zal jij het zijn. We zullen die pop het pak aandoen dat jij nu draagt. Dus kleed je maar uit. Tja. De regering kan grote macht hebben. Daar kan ik over meepraten, omdat ik over een paar jaar nagenoeg alles te zeggen heb. En verder heb ik nog 2 mensen van Interpol in mijn dienst. Apropos, vanaf dit moment ben jij niet meer in mijn dienst. En ik ben ook niet van plan je een cent uit te betalen voor je diensten, tot je mij het pakje gegeven hebt. Waarom niet? Mijn opdracht was die auto op te sporen en dat heb ik gedaan. Ja, maar je hebt nog meer gedaan. Je bent er vandoor gegaan met iets wat mij toebehoort. En om de zaak niet te traineren, zal ik je maar ineens vertellen dat ik van de hele situatie op de hoogte ben. Naguib wil het pakje in ruil voor Julia, Interpol wil het van jou hebben, en als je dat niet zal doen, enzovoort, enzovoort. En nou wil ik het hebben. Moeilijk voor je, hè? Ik voel met je mee. Dat is aardig van jou, Dada. Oh ja, dan is er natuurlijk nog dat onzinnige verhaal over mijn overleden vrouw. Je reinste nonsens. Net iets voor Julia om dat te verzinnen en voor Durnford om erin te trappen. Ja, begrijp me goed. Ik wist wel dat Durnford een verhouding met haar had. Maar het kon me niet zo verschelen. Bind zijn handen op zijn rug, Kermoot. Jawel. Nou, dit is de snoer van een hengel. Dus hij is er streek. Au, 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 dat snijdt eens naar pestig. Ja, dat moet ook. Als ik jou het pakje overhandig, Oudouda, dan weet je toch zeker wel wat er met Julia zal gebeuren, hè? Allicht. Generaal Gonvalla is een hoogst kwalijk heerschap. En dat kan je niks verdommen. Ik ben niet verantwoordelijk voor haar. Maar als je mij het pakje geeft, zal ik proberen Gonvalla tot reden te brengen. Hoewel ik niets kan garanderen. Als ik dat zou doen, dan zal Interpol met me afrekenen. Dat geloof ik ook. Daarom zit er ook niks anders op dan je te dwingen mij te vertellen waar het is. Ik mag niet verwachten dat je dat uit jezelf zult doen. Ja, welke hengel had u gedacht, meneer? Die we voor zalm gebruiken. Oh, dat is goed, meneer. Je zou jezelf een hoop narigheid kunnen besparen door mij nu te zeggen waar het pakje is. Ik heb het vernietigd. Oh, nee, jongetje, dat heb je niet. Daar trap ik niet in. Nou, dan niet. Nee, Kava, jij hebt het ergens veilig opgeborgen. Jij moet een toontje lager leren zingen, kereltje. Zullen we dat maken, Moot? Nee, jawel, meneer. Nou, is die halsband voor mij? Ja. Kijk, en dat hier is met metaaldraad versterkt. Klaar, Kermoot? Jawel, meneer. Dan gaan we maar.
zeker in dat bootje daar? Goed geraden. Instappen maar. En nou sla ik je aan de hengel. Zeg, zit die knoop wel stevig? Wees me niet bang. Het is me nog nooit gebeurd dat de vis er vandoor ging als ik eenmaal beet had. Zo. En nou ga je overboord. Help eens even, Kermoot. Ja, ja. Als je er genoeg van hebt, roep dan maar even, hè. Maar wacht er niet te lang mee. Je mocht dus geen kracht meer hebben om te roepen. Leuk, hè? Zo achter die boot aan te spartelen. Zullen we hem kopje onder laten gaan, meneer? Ja, dat is goed, Kernoot. Ja. Haal nou de lijn maar wat aan. Ben je nou bereid te praten of zullen we je nog eens de lucht laten happen? Waar is het pakje? Ik heb het allemaal zelf geadresseerd en moet het zelf afhalen. En hoe lang heb je daarvoor nodig? Waar is het? Niet lang. Ik heb een post naar stand gestuurd. Hou nog even vol, lievertje. Tot ik je heb bevrijd. Ik zou bijna bang voor je worden. Met het mes tussen je tanden vallen. Zo. De snoer doorsnijden. En dan ga jij gezellig met Panda mee. Je moeder moet een zeemeermin geweest zijn, huh? Dat je zo dol op water bent. Zo, en nu zetten we het op een loop om warm te worden en een voorsprong te krijgen op Oudouda. Ja, ja, daar is de auto. Stap in. Zo. Zo, hier is een deken. Sla die om je heen. Ik neem de andere wel. Dag, meneer Kaper. Oh, met de Halakwee-broers is het trio gelukkig weer compleet. We zullen even de banden van meneer Oudouda's wagen onklaar maken. Heeft u tegen meneer Oudouda en meneer Kermoot iets losgelaten, meneer Kaper? Nee, Nagib. Maar het had niet veel langer moeten duren of ik had wel wat gezegd. Ik wist niet dat het water zo koud kon zijn. Het is anders wel gezond. Laat het bloed stromen om daarna werkelijk pret te kunnen hebben. Nagib, mag ik je mee als je klaar met hem bent? Doe niet zo opgewonden, Panda. Zeg, waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar de flat in Genève. Terwijl u in het bad zat, meneer Kaver, heb ik Jimbo en Panda weggestuurd. Ik wil onder vier ogen met u praten. Hoe ben jij te weten gekomen dat ik bij dat meer was, Nagib? Jimbo heeft gezien dat ze u tegen de grond sloegen. Ik was van mening dat het een bepaalde uitwerking op Oudouda zou hebben als Julia in gevaar verkeerde. Maar kennelijk trekt hij zich daar niets van aan. Zo is zijn aard. Maar u bent heel anders. Ik kan u verzekeren dat Julia in gevaar verkeert. En dan vind ik die situatie verre van plezierig. Ik heb te doen wat mij bevolen wordt. Niemand zal haar ooit terugzien, tenzij ik het pakje krijg. Je weet dat ik met Interpol rekening dien te houden. Dat weet ik, meneer Kaver. Maar die gok moet u nemen. Tot nu toe hebt u geprobeerd u eruit te draaien. Soms lukt dat. Maar deze keer niet. Er is niets dat u kan doen. Hoe staat het met de druk die Gonwalla zou kunnen uitoefenen op de lieden die Interpol gebruiken, als hij het pakje zou krijgen? Zou hij die druk kunnen uitoefenen? En zou hij dat doen? Als wij het pakje hebben en het is vernietigd, dan is onze regering gered. We hebben zowel vrienden als vijanden in de gouvernementen van de grote mogendheden. En vele daarvan zijn lid van Interpol. De kans dat Gonwalla die druk zou uitoefenen is 50-50. Maar u zult moeten toegeven dat het gouvernement, dat de hoop koestert het pakje via Interpol in zijn bezit te krijgen, zijn eigen hoogst onplezierige maatregelen zal nemen als hij het niet ontvangt.
Goed dan. Ik heb ongeveer een uur nodig om het te halen. Hoe zullen we het doen? Als u het hebt opgehaald, belt u mij dan hier op. Tegen de tijd dat u terug bent, zal ik Julia hebben gehaald. Op straat zal dan de uitwisseling plaatsvinden. Goed. Jij blijft dus hier wachten tot ik heb gebeld? Ja. Mooi zo. Goedemiddag. Mijn naam is Carver, Rex Carver. Ik kom een pakje afhalen. Een ogenblik, alstublieft. Carver, zei u? Ja, precies, Carver. Nee, ik heb niets voor Carver. Wel voor Cavalier, maar dat bent u niet. Nee. Spijt me, meneer. Misschien bij de volgende lichting. Nee, het had er lang moeten zijn. Dank u. Oh, er schiet me iets te binnen. U logeert bij meneer O'Dowda? Ja. Meneer O'Dowda heeft vanmorgen zelf het postkantoor gebeld om te informeren of het pakje voor zijn gast, meneer Carver, was aangekomen. Oh, nou, de rest weet ik dan al. Wat zegt u? Oh, niets, niet. Ik heb hem dus gezegd dat het pakje er was. En toen zei hij dat hij zijn chauffeur zou sturen met het paspoort om het te halen. Dat was ongeveer een uur geleden. Oh. Die chauffeur had ik al eerder gezien, zodoende. Hij liet het afhalen om u als zijn gast een dienst te bewijzen, begrijpt u? Ja, dat begrijp ik, ja. Kan ik hier telefoneren? Natuurlijk. Neemt u cel 2. Ja. Hallo? Ja, met Carver. Luister eens naar Giep. Er is iets tussen gekomen. Ik heb het pakje nog niet en het zal nog wel even duren ook. Maar in ieder geval vandaag nog, oké? Als u vanavond om 6 uur dat pakje nog niet hebt, dan zal ik daaruit moeten concluderen dat u het nooit zult krijgen. En in dat geval zal ik andere maatregelen moeten nemen. Als iemand anders het pakje in bezit krijgt, weet u wat je voor Julia te wachten staat. Maak je geen zorgen, Nagib. Je krijgt het heus. Dat hoop ik dan voor u. Binnen. Zo, Durnford. Ik zie aan je koffer die je bij je hebt dat je blijkbaar van plan bent het kasteel voorgoed te verlaten. Hm? Ja. Waar zijn ze? O'Dowda en Keurmoot zijn in de wasse beeldenzaal. Mooi. Breng me er dan heen, hè? Maar eerst wil ik een pistool van je hebben. Hebt u al gehad? Dan geef u me er nog een. Vorig heb ik niet meer. En er zullen hier wel meer wapens zijn. Wat doen ze in die zaal? Champagne drinken en zich bezatten. Hoe lang blijven ze daar? Tot ze er genoeg van hebben. Alsjeblieft. Merci. Ben je ontslagen, Durnford? Ik heb mijn ontslag genomen. Komt op hetzelfde neer. Kan ik die zaal in? Alleen als u binnenlaat. Nou, breng me er dan heen, hè. Ik ben niet van plan iets voor u te doen, meneer Carver. Jij brengt mij nu onmiddellijk naar die zaal en laat me met ze praten of ik vertel de politie wat ik over Bevana weet. En ik meen wat ik zeg. Nou ja, dat weet ik. U bent er altijd op uit om te krijgen wat u hebben wilt. U bent iemand die over lijken gaat om uw zin te krijgen. Net als die twee daar. Ik heb nou geen tijd om hierover met je van gedachten te wisselen. Breng me naar die zaal. Kunnen deze deuren aan deze kant worden opengemaakt? Niet als de knipper aan de binnenkant op zit. En die zit er altijd op als ze aan het zuipen zijn. En door die microfoon kun je met ze in contact komen? Ja. O'Dowda. Wie is dat, verdomme? Durnford. Smeer hem. Met een woude van deuren, hè? Dat kun je. Maar een schoft. Vandaag of morgen zal ik bewijzen dat je haar hebt laten vermoorden. Carver is hier. Hij wil je spreken. Carver, zeg je? Wat zeg je me daarvan? Donder op, allebei. Bedankt voor je hulp, Durnford. Geef mij die microfoon aan mij en maak dat je wegkomt. Als u verstandig bent, maakt u dat u wegkomt. Hij is gevaarlijk. En wat u van hem wilt hebben, krijgt u toch niet. Nou, smeer hem, Durnford, verdwijn. En toch raad ik u aan daar niet naar binnen te gaan. Ja, laat dat nou maar naar mij over. Ben je er nog, Carver? Ja, allicht. Maar ik ga je minstens 5.000 pond aftroggelen. En waarom, als ik vragen mag?
Omdat ik iets te verkopen heb voor dat bedrag. Mijn honorarium is hier natuurlijk niet bij inbegrepen. En wat heb je weer dan wel te verkopen, mannetje? Nou, probeer me niet wijs te maken dat je dat pakje uit Evian hebt laten ophalen en dat je het in de safe hebt gelegd zonder de inhoud te inspecteren. Allicht heb ik dat pakje geïnspecteerd. Die leugen gaat je niet al te best af, Oudouda. Dacht je nou heus dat ik zo stom zou zijn om risico's te lopen als ik met lieden te maken krijg zoals jij, Naguib en Interpol? Dat pakje uit Evian was nep. Dat heb ik naar Evian gestuurd voor het geval er iets met mij mis zou gaan, wat bijna is gebeurd. En nou moet je goed naar mij luisteren, Oudouda. Dat pakje dat jij in je safe hebt liggen is niet het pakje dat jij wil hebben. Ga maar kijken. En daarna kunnen we praten. Kom binnen en doe wat ik zeg. Geen grapjes, anders is het met je gedaan. Ga daar zitten. Dacht jij nou eerst dat ik dat verhaal van het neppakje geloof? Nee, mannetje. Als jij het echte zou hebben, dan zou je hier niet zitten. En als jij had gedacht dat ik je wat op de mouw had gespeeld, dan zou je die deur er niet hebben opengemaakt. Nou, jij weer. Als het pakje nep is, meneer, kunnen we hetzelfde met hem doen als vorige keer. Ga je gang, Kermoot. Alleen schiet je er niks mee op. Het pakje is bij een vriendin van me in Genève. Als ik haar binnen het uur niet heb opgebeld, zal ze Interpol waarschuwen en vertellen dat ik hier ben. En ze zullen er heus geen gras over laten groeien om hierheen te komen. Oh, wat voor vriendin? Wie denk je? Panda natuurlijk. Er is een soort samenwerking tussen ons tot stand gekomen. Financieel en ook nog op een ander gebied. Nou, vooruit. Ga het pakje halen dat je uit het postkantoor hebt gehaald. Kermot. Ja? Ga het halen en geef mij dat pistool. Heb je hier al de hele middag champagne zitten drinken, Oudouda? Gaat je niks aan. Je had grof geld kunnen verdienen als je het aan Naguib had verkocht. Zeker. Of aan Interpol. Ja? Waarom kom je dan bij mij? Omdat ik jou wil zien kruipen, Oudouda. Jij bent dat toch van al die anderen gewend? Nou wil ik dat jou zien doen. Voor mij. Jij bent al net als alle andere kraven. Jij haat me omdat ik miljonair ben. En omdat jij dat ook zou willen zijn. Ik krijg jou heus wat te pakken, hoor. Wees maar niet bang. Dat ben ik ook niet. En als ik genoeg geld heb, begin ik ook een wassenbeeldencollectie. Ik ken genoeg mensen die daarvoor in aanmerking komen. Ogenblikje. Nou, hier is het, meneer. Zenuwachtig, Kaver. Ja, je doet er wel zo opgewekt. Maar in werkelijkheid staat het zweetje in je handen. Jij zit in de rat, zo Douda, niet ik. Je weet donders goed dat ik je te slimmer af geweest en dat is niet zo prettig voor je. Nou, vooruit. Maak het pakje open. Ik wil je gezicht wel eens zien. Neem jij het pistool, Kramer. En hou hem onder schot. Zo, Kermoot. Nou zijn jullie tenminste ongevaarlijk. Hoe kom jij aan dat pistool, vuile schoft? Dat heb ik zojuist van Kermoot afgepakt. Dat andere? Dat heb ik in mijn schoenen binnen gesmokkeld. Beloerd dat blijf je dat... waar je bent. En ga zitten. Nou zou ik jou eens iets vertellen, Oudouda. Je had gelijk. Het was bravoure. Dit is wel het echte pakje in het filmpje en de band. Puur dynamiet. Hoe voel je je nou, koning Oudouda? Nou zijn de rollen omgekeerd. Vuile broert. Schelden helpt niks. En voor ik wegga zal ik je nog iets vertellen. Ik geef dit pakje aan Naguib in ruil voor Julia. En dat betekent dat jij nooit een vinger in de pap van Gonwalla zult krijgen. Dat betekent ook dat ik geen cent van jou zal ontvangen, maar dat heb ik er graag voor over. Alleen al om het genoegen jou zo te zien zitten. Gereduceerd tot helemaal niks. Tot een vod. Ik zal jou wel krijgen, Kava. Oh, nee. En dat zou je niet eens meer willen. Jij wilt mij zo gauw mogelijk vergeten. Donder op, verdomme! Dat zal ik graag doen, ja. Waarom gaan die deuren niet open als ik op dit knopje druk, Oudouda? Veel plezier daarbinnen, vuile schofte. Durnvoort! Wat heeft Durnvoort gedaan? De zekering daar gehaald natuurlijk. Die deuren zijn van staalkaver. Je kunt er niet uit. Jullie blijven waar je bent. Verroei je niet. Ik ga op onderzoek uit. Net wat ik dacht. Er is geen andere deur en uit de ramen kan je ook niet ontsnappen met die tralies aan de buitenkant. Je was toch zo trots op jezelf, mannetje. Laat nou maar eens zien wat je kunt. Kermoot, huh? Sla een van die ruiten stuk en roep om hulp zodra er iemand voorbij komt. Ja, wat vindt u, meneer? Doe wat de grote baas zegt. Natuurlijk zal het wel even duren voor de hulp komt, maar uiteindelijk zal iemand van het personeel wel komen opdagen. Zodra we er dan uit zijn, roep ik de politie. Niet ik zal de sigaar zijn, maar jij. Voor
Voor dat kan gebeuren, zal ik het pakje verbranden. Ah, daar acht ik je nog toe in staat ook. Wat gebeurt er, O'Dowda, als jij wilt dat iemand je hierboven iets komt brengen? Helemaal niets. Dit is mijn domein en als ik iets nodig heb, dan breng ik het zelf mee. Er zijn maar twee mensen die me hier mogen storen. Kermoots en Durnford. En zij gebruiken de microfoon. En waarom jij die verwarming aan hebt op zo'n warme dag is mij een raadsel, O'Dowda. Die is altijd aan. Er wordt geregeld door een thermostaat en die houdt de temperatuur constant op 68 graden. Jij krijgt het warm, Kaver, omdat je het hem zit te knijpen. Ja, maar de lucht die uit het rooster komt is warmer dan 68 graden, O'Dowda. Op hoeveel staat de thermometer? Op 72. Waar is die thermostaat? In de gang. Maar er moet er iets mis zijn. Als het nog warmer wordt, dan smelten al je vriendjes hier. Het lijkt wel of met een seconde de temperatuur oploopt. Ja, maar hij staat nou op 80. Nou zing je een toontje lager, hè? Nou, we hier met z'n drie opgesloten zitten. En toch zal ik jou krijgen, kereltje. Wat is het maximum? Ik kan tot 95 oplopen. Ja, in de laatste paar minuten is hij van 70 naar 80 gegaan. Ja, en? Dat heeft Durnford natuurlijk gedaan. Om ons te pesten kan hij niks anders bedenken dan de temperatuur op te laten lopen. Kinderachtig ventje, die Durnford. Als hij nou ja, ook O'Dowda, herinner jij je nog de eerste keer dat ik in deze zaal was? Ik heb je toen een magnetische thermoactiverende bom gegeven die deze zaal in de lucht kan laten vliegen. Wat heb je daarmee gedaan? Aan Durnford gegeven om hem weg te doen. Oh, nou dat zal hij dan wel gedaan hebben ook. Namelijk in deze zaal. Waarschijnlijk heeft hij hem tussen de pijpen van een van die luchtroosters gestopt. En nou maar wachten tot de juiste temperatuur is bereikt om de boel op te blazen. We moeten alle roosters nakijken. Of ergens krassen zien. Of schroeven waarmee is geknoeid. Gooi alle ruiten stuk. Krijgen we lucht. Buitenlucht helpt niet. Die bom die zit vast aan een pijp die de temperatuur aangeeft. Laten we dan alle roosters lostrekken en de radiateur één voor één afsluiten. Nee, maar er zijn hier twee dozijnen. We hebben geen schroevendraaier. Het enige wat we kunnen doen is het rooster vinden waarmee is geknoeid. En dan kunnen we dat misschien lostrekken. We moeten ze allemaal lostrekken. Wat moeten we in godsnaam doen? Kom, we moeten een barricade maken en daarachter dekking zoeken. Stapel die poppen op elkaar. Kom hier, Kermans. Ja. Help me met dit rooster. Ja. Het gaat alleen aan deze kant een eindje open. Wacht mee. Ik kan hem met mijn hand net bij. Ja. Nee, hij is niks. Volgende rooster. Nou, dit is hier. Het is al bijna 85 graden, O'Dowda. Wees nou verstandig en schuil met die roosters. Kom hier achter die barricade. Kermoot, kom hier. Nee, hier. Helpen. Hier, onder dit kleed is nog een rooster. Ja, ja, hier, dat is het. Hier, kijk eens die schroeven. Daar zijn ze aangeweest. Hier moet de bom onder zitten. Dat kan niet anders. Kom hier achter die barricade liggen. We moeten hem vinden. Schiet op, Kermot. Ja, ik wacht niet langer. Zo dadelijk gaat hij af. Achter deze stapel poppen lig je tenminste nog... Christus, wat een vreselijk gezicht. O'Dowda is levend aan het verbranden en... Oh. Ik heb de brandweer gebeld. En jij zit hier rustig op de trap een sigaretje te roken, Durnford. Ja. Daar zijn ze al. Ik wil geen mensen zien. Ik wil weg. Ga de trap daar ginds af, dan komt u bij de garage. Hoe was die op het laatst? Ik dacht dat hij in paniek zou zijn, maar dat was hij niet. Hij was ervan overtuigd dat hij winnen zou, zoals altijd. Hij kwam 5 seconden tekort. Ziezo, en nou zijn we weer allemaal bij elkaar. De Alakwee-broers, juffrouw Panda en Julia. Mooi werk dat u het pakje hebt, meneer Kaver. Had ik je toch beloofd, Nagib? Toen u me opbelde om bij deze kerk af te spreken, had ik de hoop al opgegeven. Ah, moet je nooit doen. Nou, zoals we zijn overeengekomen, Nagib, hier is het pakje in ruil voor Julia. Dank u. Nou, maak het maar open. Je kwetst me heus niet als je twijfelt of het wel het goede is. Daar twijfel ik niet aan, meneer Kaver. Ik vertrouw u. Vergeet vooral niet, lievertje, dat als zij je ooit in het meertje mocht gooien, jij dan regelrecht naar Panda toe komt zwemmen. Hier heb je je geld. Amerikaanse dollars. Dank u. Zo, zullen we dan maar, Julia?
Laten we bij mij een drankje gaan drinken. Goed idee. Dat was een vreselijk gezicht. Ja, dat moet ontzettend geweest zijn. Denk er maar niet meer aan. Heb je het pakje aan de gebroeders Alakwee verkocht? Nee. Ik wilde het ze geven in ruil voor jou, Julia. Maar toen ze me geld gaven, vond ik toch wel dat ik een bonus had verdiend. En wat gebeurt er nu tussen jou en Interpol? Dat weet ik niet. Dat kan me ook niks schelen ook. Nog een whisky? Ja, graag. Ga je gang. Dan ga ik een omeletje maken. Ja. Ja, hallo. Met Aristide. Ik dacht wel dat je daar zou zijn, Carver. Heb je het erg moeilijk gehad met Odauda? Ja, natuurlijk. Ja, het was geen prettig gezicht, zegt hij. Die zaal en ja, die spaar me dat, Aristide. Ja. Ik was erbij, dat weet je wel, hè? Ja, mijn mensen waren teleurgesteld dat het pakje er niet was. Dat begrijp ik, ja. Tot ik ze vertelde dat jij zo heldhaftig hebt geprobeerd het pakje te bemachtigen. En dat het niet jouw schuld is dat het is verbrand. Ik heb ze weten over te halen tegen jou geen stappen te ondernemen. Jij hebt geprobeerd het pakje voor ons te bemachtigen en daarin heb je gefaald. Ongehoorzaamheid is strafbaar, een mislukking niet. Je kunt je dus nu gelukkig prijzen. Jazeker. Maar helemaal zonder kleerscheuren kom je er toch niet vanaf? Nee, dacht ik ook niet. Nagib's bank heeft me meegedeeld dat hij een groot bedrag aan Amerikaanse dollars van zijn rekening heeft laten afschrijven. Ik vermoed dat dat bedrag nu in jouw bezit is. Dat is zo, ja. Interpol heeft een fonds voor liefdadige doeleinden. Vaak ontvangen ze anonieme giften. Kunnen we erop rekenen er spoedig weer een te ontvangen? Ja, ik zal het overmaken. Mooi zo. Alvast hartelijk dank. Voor geld moeten we achting hebben. En nu we het toch over geld hebben, zou ik je aanraaien met juffrouw Julia te trouwen. Ja, apropos Aristide, wat heeft George Meredith ook weer gezegd over koken? Het zoenen duurt niet lang, een goede keuken wel. Ja, ze is nou bezig met een omelet soufflé te maken met likeur en zo, geloof ik. Ja. Hoe maak je die? Nou, in een dorpje in Frankrijk wisten ze precies hoe ze zo'n omelet tot in de perfectie moesten maken. Als hij niet zo schuimend op tafel komt, dat hij bijna over de schaal heen schuimt en de geur van likeur niet in de kamer blijft hangen, ook nadat je hem hebt gegeten, trouw dan niet met haar. Rex! Ja? Help eens even! Pas op dat je niet morst. Hij schuimt over de rand. U hoorde het laatste deel van Man van Goud. Een hoorspel in 6 delen van Nick Funke-Bordewijk naar de roman van Victor Kenning. Bob van Straten speelde Carver, Robert Sobels O'Dowda. Jan Wechter was Kermode, Frans Kokshorn Durnford, Adno Jons Alakwe, Celia Nuvaar Panda, Lex Gorel Aristide, Bruni Heinke Julia en Joke van den Berg een telefoniste. De regie had Hero Müller.